はい、もしもし、ひだまりの民の小山田です。えあ、ノーイングリッシュ。えー、ノーイングリッシュ。はい。はい。あなたが聞いているのは、プロットポッドです。はい、よろしく。<laughs> Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe. Ik ben al van in begin een grote fan van het eiland. En daar ga ik vandaag ook nog een beetje verder over babbelen. En dat doe ik vandaag, zoals jullie weten, niet met Eline. Maar ik heb wel iemand anders. Goedenavond, eh, Carolien. Hallo. Eh, Carolien kunnen jullie misschien al kennen, want je bent nogal in de Protpot geweest. Hè? Ja, klopt. Bij de quiz. Een paar fragmentjes, denk ik. Ja, ja je zit er ook al meer hè, geweest. Ook een keer. Maar vooral eh, de quiz heb jij gewonnen, hè, de eerste quiz. Ja. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd naar het, het vervolg eigenlijk, de finale. Of, uh... Ja, ik weet het, ik, moet er, uh, ja, ik ben van plan geweest. Ik heb dat nog nooit verteld in de aflevering. Maar uh, ja, met de derde quiz die ik dan ging doen, dat is dan drie keer niet doorgegaan. Iedere keer door andere redenen. Maar altijd op het laatste moeten afzeggen. En, en ja, ik, heb, ik heb dan even de ja het enthousiasme daarvoor verloren, dus ik ga dat mm -hmm. ooit wel weer oppikken, die mm -hmm. quizjes. En dan hadden jij ooit in de finale terecht Ja, het zou doen. wel leuk zijn om dat, om dat toch te, eh, af te ronden. Om daar toch, ja. Ja, ik wil nog eens wennen. hè. Ja. Oké, okay, ja, okay, <laughs> bij deze. Ik ga dat zeker een keer weer oppikken. Het zal wel nog niet voor helemaal direct zijn. <laughs> um, Alles geven, hè. <laughs> dat gaan we doen. Erpakt u, hè. Ik ga me herpakken. Um, dan is het nu tijd voor de trivia time. En dan heb ik, daar heb ik een uh, fragmentje voor eigenlijk. Iets dat ik de laatste tijd in, dat ik nog een paar keer doorgestuurd heb gekregen ook. Uh, de laatste tijd. Um, een paar weken geleden is Brian Adams komen optreden in België. Heb je dat meegekregen? Um, ik, ja, ik heb daar eigenlijk wel vaak iets over gehoord, denk ik. Ja. ja, die is dus geweest en dus bij uh, radio 1 of radio 2, ik ben het nu even kwijt. Dat is gek uh. dat ik hier eigenlijk maar vaag iets over gehoord heb, maar dat is wel ja. een hele grote is dan een grote held van u? Nee, een grote naam. Ik zou dat toch... ja. Allee, het is een held sowieso. Maar, ja, want uh, het is een vergaande glorie. Ja. Um, ja, maar ik heb Elton John ook in sportpaleis gezien, daar heb ik heel veel oh, buzz over gehoord. Maar, misschien, misschien nog wel, ik weet het niet. Het hangt ervan af waar, dat hem, waar heeft hij opgetreden Oh, oei, dat ga ik zo moeten opzoeken. Als het in Antwerpen was, zou ik het raar vinden dat ik er niks dat van vernomen niet, dat heb. Het zal niet in Antwerpen geweest zijn. Ik, ik denk van niet. Als dat wel zo is, dan heb ik onder een steen geleefd, denk ik. <laughs> Nou wel, alleszins, er waren daar tickets voor en, die, eh, en ze hebben dan op de radio tickets gratis weggegeven. En ze hadden er dus toen iets wijs op gevonden. Ze hadden namelijk Dirk van Dijk een vraag laten stellen over Brian Adams. Ah, goed. En ze hebben hem dan ook nog een keer hè, natuurlijk geïnterviewd over Michel Dretz en zo. En uiteindelijk is dat een heel lang fragment geworden, want ze hebben hem echt nog redelijk uitgebreid daar zelf over. En dat is gelukt? Allee, want ik heb al veel gehoord... Dat dat toch zo, hè? Norse niet Niet mensen, altijd, de, nee, niet, ja, niet per se Nors. Maar ik, ik ken hem ook niet, maar ik heb dat alleen maar horen zeggen ook in podcasts en zo. Ook in de Protpot, denk ik. Ja, van iemand. Ja, het heeft mee. ons ook al kunnen luisteren. Ik, ik had niet gedacht dat hem daarvoor open ging staan, ik zal het zo zeggen. Voor dat te doen. Ja, wel, we gaan eerst een keer naar een kleine stukje luisteren. Ik heb daar een klein stukje voor, want het, is, ja, het duurt echt lang. Ik ben maar, benieuwd, ja? Ja, een stukje zijn. Je kunt het wel volledig daarover. horen, ja. Ja. Maar mag ik je meteen een belangrijke vraag stellen, uh, Michel Dretz uh, waarom Michel blijft Brian Adams zijn nummer Summer of 69 nog altijd spelen? Waarom haat hij dat nummer niet? Uh, ooit vroeg een journalist aan Brian Adams of hij het aan die beu was van steeds weer datzelfde nummer te moeten spelen. <laughs> nou ja, daar kan ik. Daar kan ik heel bondig en duidelijk over zijn. Why should I hate real emotions? Those were the best days. Of my life. Ja, we gaan even de bubbel doorprikken. Want um, is het zo dat Dirk Van Dijk en Michel Dretz volledig samenvallen? Ben jij ook grote fan van Brian Adams? Nee. <laughs> nee. Als in, je kent het niet of, of, of je haat het? Ik ken het niet. Ik ken het niet. Ik, ik, ik ben heel tolerant. Als men mij vraagt, speel nu fan van Brian Adams, dan doe ik dat. Als men mij vraagt, speel nu een baksteen van een huis dat moet afgebroken worden, dan probeer ik dat te spelen. Dat is, dat is mijn, ja, laat ons het uh, mijn broodwinning noemen. Yes, yeah. Nee, nee, ik, 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 ik kende Brian Adams niet. Ik, ik ben in die periode dat, die, dat die, hij uh, opkwam, zeg maar, of uh, in was, uh, toch wel een aantal jaren niet in het land geweest. He? Oh, ja. Ik heb ook de evolutie van de muziek uh, niet gevolgd. Maar goed, uh, die, die, uh, Brian Adams komt ter sprake... Mm -hmm. Of per dansvloer, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, ja, er zijn droeviger dingen om te spelen. Hè? iemand die, dat is zo. Die, die, die uit de bol mag gaan, uh, dat, dat is gewoon gevoelensfrissen. Ja. Oké, okay, dus hoe ging dat interview? Dus echt nog een heel mijn toer. Het is zelf zo erg geweest dat ik zelf heb zitten denken: van tja. Uh, Dirk van Dijk. En het ging dus echt allemaal over Michel Dreds, dus ik heb wel zitten pezen. Allee, die moet ik dus echt niet meer vragen, want het interview is nu al geweest. Wow, ik denk dat je die nog veel meer dingen kunt vragen Ik moet dan die toch keer vragen. Dit he. ging enkel over Brian Adams, eigenlijk. Ja. Of, of was de aanleiding? Ja, dat was de aanleiding, maar... Ja, heb geen... hebt je hem al gevraagd, Dirk van, ja, van Dijk? Want die hebben we nog echt, moet ik eerlijk zijn, nog helemaal niet durven vragen. <laughs> Een ja. nee, nee hebt, het, hè. Ja, ik weet het. Ik mag de potpot niet afsluiten zonder hem überhaupt een keer gevraagd te hebben, natuurlijk. Ja, dus dat vind ik ook. Ik zal dat nu wel een keer moeten doen. Um, zeker ja. als je, wat we juist gezegd hebben, van dat, als, dat hem redelijk, allee, als hem echt ontoegankelijk zou zijn, dan is het juist heel chic als, als je hem wel kunt strikken. Hè? Ja. ja, dat is eigenlijk waar. Uh, maar ik ga het zeker wel een keer proberen. Om te, uh, om het te vragen. Um, en dat, dat, dat sluit misschien aan bij... Misschien kan ik het toch al aankondigen. Um, een, dus niet de volgende aflevering, maar de aflevering daarop... Heb ik dus wel een grote gast. Dus dat staat nu vast. En dat is dus niemand minder dan Wim Oproek. Ja, ik... dat, is wel, uh, dat, is, dat is wel... Ik wou zeggen, naam. ik ben een meter zes, dus niet zo groot. Maar ja, Wim oproek. Oh my god, dat is een flauwe mop. Sorry. <laughs> ja. Uh, ja. Ja, qua na... Ja. Oké, okay, maar die heb Dat ik was dus. het voor deze week, dank je wel. Ja, dus bij deze wil ik ook al even oproepen, mensen die echt vragen hebben, die ze willen dat ik stel, aan Frankie Loosveld, a.k.a. bij um, Ja, Ja, begin ze maar in te sturen. Het liefst van al op, het, op uh, de online voicemail, speakpy.com. slash de protpot, en dan... Uh, dan stel ik ze door aan, aan Wim Oproek. Dus ik ga helemaal naar Baviek maar zien. Ja, ik heb laatst een podcast geluisterd met Wim Oproek um, Ik weet niet of ik dat mag pluggen, een andere podcast. Dat is een podcast oh, van uh, Freek Braakman. Ah, ja, ja, met dat um, blijven slapen. Ja, 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 En dan heeft hij heel veel verteld over zijn huis en zo. En dat klonk heel impressionant. Hè. Dus als je daar mocht langs gaan, denk ik dat dat wel uh, de moeite gaat zijn is dus ja. ook zo van een verzamelaar zo uh, veel van die uh, hoe noemde dat zo ja uh, op een rariteitenkabinet of zo denk ik dat oh. hij een beetje in zijn huis daarvan Amai. maakt ja. Uh, ja over verzamelingen gesproken hij hebt hier ook even kunnen inkijken in ja. de ja fantastisch ja en hetgeen dat ik gekregen heb uh, allemaal van Lou Bergmans het lijkt er nog ja ja, ik, ik, ik voelde mij zo even in een snoepwinkel eigenlijk. Uh, ja. Ja. Het is dus een, echt een heel boek vol met allemaal Prularia, een boek te noemen. Memorabilia, ja, dat ja. is eigenlijk het woord. Ja, een zo. archief eigenlijk. Hè? Ja. 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 En wat, wat vond je tot nu toe het indrukwekkendste dat je gezien hebt? Gewoon ja, zo beelden zien die je eigenlijk nog nooit van je leven gezien hebt. Uh, zo, zelfs scènes dat ik wel ken van het eiland of van In de Gloria. Maar dan gewoon zo nieuwe foto's vanuit een, een standpunt dat je nog niet gezien hebt of zo. Dat, dat vind ik zelfs al heel Dat ja, he. het het ja, foto's. Het een veel setfoto's is. En ook allemaal analoge foto's. Dat vind ik ja. ook geweldig. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, dan is het nu tijd voor de eilandismus. Mm Heb -hmm. jij eentje voorbereid? Ja. Ja, ik, ik word er altijd wel, wel onzeker van als ik daarover <coughs> nadenk. Omdat um, het eiland is gewoon zo grappig. In mijn hoofd... Kunnen dat niet, of kan een kick dat toch echt nooit overstijgen? Maar ik heb er wel eentje oh, ja, voorbereid. Ik, ik was zo <laughs> deze week um, in de fitness. Um, en die hebben ook zo groepslessen. Um, en ja, zo yoga of kickbox of whatever. En je kunt je daar dan op voorhand voor inschrijven. Er zijn dan acht plaatsjes of zo. En dan moet je via de app inschrijven. En ik hoorde dat heel veel mensen zich wel eens durven inschrijven. om dan gewoon niet te komen. Nee. En voor de heel populaire lessen neemt je dan natuurlijk de plek in van iemand die echt heel, wel heel graag wou komen. En um, ja, ik, ik zei toen zo van. Um, dus ik, ik vroeg van ja, kunnen nu opzoeken hè, wie, wie dat dat zijn of zo misschien. Hè, en dan, dan moeten die schrappen. Hè, dan moeten die, en dan zei ik zo: We zullen snel zien waar dat onkruid zit dat de sfeer verpest. <laughs> dat is echt juist. Ja. Maar dat is gewoon iets dat ik. Het is weer een hè. Want je weet, als je ge, je ge gebruikt van Frankie. En het is met iemand, bijna alles van Frankie, en het is met iemand die het eiland niet kent, dan komt er gewoon grof over. Hè. Ik moet zeggen, ik, ik heb eigenlijk niemand, ofwel was niemand aan het luisteren, hè, of, ofwel kennen ze het eiland niet. Ik, ik heb niemand echt, uh, gelijk dat jij nu lacht zo hard, heeft niemand, er was ook niet veel volk niet meer in de oh, ja. fitness. Ja. Maar um, ja, dat is wel altijd een beetje je, je doel, hè, als je zo'n ja. quote gebruikt om mensen te doen lachen. Ja, ja maar ik heb wel gezien. Um, en dat is dan in de in een podcast van Alex Agnew, daar kunnen tonen als het is om te lachen. Dan moet je zo spreken. En dan heeft iedereen <laughs> dat wel door. Ja. Dus eigenlijk moest je dat doen. We zullen wel zien wat het omkruist zit dat het vrije van. Ik heb dat, ik heb dat gedaan, is. dus ik denk dat ik dat gewoon niet, niet heb. Ah, ik heb dat gebruikt. Ja, maar ik moet zeggen, er, ja, heel veel volk heeft het eiland nog altijd niet gezien. Dat is hè? raar, hè. Een vriendin van mij is nu beginnen daten met iemand. En, en die, ja, een van de en die eerste, heeft het eiland niet gezien. Een van gecheckt. de eerste <laughs> vragen die ze altijd stelt, heb jij naar het eiland gekeken? Huh? En het antwoord was nee. En veel mensen hmm. hebben het nog niet gezien. En Ai, wat is die? Ja, gewoon, zoals like ons, darteer, ja. Oh, ja, Ik heb op mijn, ja, mijn twintigste, toen ik ja, mijn vriendin nu vrouw leerde kennen, heb ik ook wel gecheckt. Of dat ze millenkolen goed vond. Maar ja, ik vind dat nu achteraf gezien wel een beetje puberaal van mezelf. Om doen, o, nee, om dat is dat normaal, je zoekt uh, raakvlakken. Hè? En een raakvlak is eilandhumor. Uh, voor haar alleszins wel. Voor oh, ja. mij, ik vind dat ook wel. Uh, ik, ik heb samen met mijn lief onlangs uh, hem voor, het eerste keer, uh, voor de eerste keer. het Eiland Hij had ook al fragmenten gezien. Hij had op, op zijn werk ook wel al zo. Quotes en zo, van die dingen waarvan dat hij wist dat hij uit het ja. eiland kwam. Uh, maar nu heeft hij het effectief met mij voor de eerste keer vo volledig uh, bekeken. En hij vond het goed, gelukkig. Ah, ja. Ja, 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 ja. <laughs> maar je ziet hè, redelijk wat mensen... Ja, je weet dat, hè. niet iedereen kan nee, elke nee. serie gezien hebben, hè. Maar ja. je hoopt wel van het einde, hoopt gewel dat iedereen zich gezien heeft. Ja, ja had er soms iets gestuurd eh, vanzelfsprekend vanuit misschien. Oh ja, ik moet nu wel zeggen, Elien, Ik, vind, en ik, ik checkt... vind dat ook. Ik vind dat ook echt zo. Van, daarom dat ik die quote toen ook in de fitness, ja, ja. Dat, ik flap dat er zo uit, in ja, de veronderstelling van iedereen gaat dat kennen, hè? Ja. Maar dat is dus niet altijd. Ja, ik heb zowel, dus de de protpot heeft dus een Facebookpagina mm -hmm. en euh, <laughs> en zitten daar ook zo, goh, Wat zou het zijn. 50 likers en dat zijn dan gewoon mensen die mij kennen, maar het eiland niet. Mm -hmm. Die doen het nou mij plezier te doen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, ja dat heb ik Dat zijn de friends en fools. Hè. Als je iets lanceert, ja. dat zijn de eerste mensen die enthousiast die, zijn. Dat waren de die, die, die eigenlijk de niks. Nee. Uh, hoe noemen ze dat? Friends, fools, en family dan of zo, denk ik. Dat, dat is zo... Fools. Dat, dat is zo'n een, een, een term als je in, in het ondernemen iets opstart, dat zo de, die groep moet je eerst overstijgen. Als ja, je daar ja. altijd maar in blijft hangen, dan is je business ja. niet goed bezig. En wel, die mensen, daar heb ik vanuit die kring, heb ik het laatste een paar keer.. Gehoord van zeg, het zijn zo mensen die reageren op uw foto's. Op van je, en je reageert daar zo grof op. Maar ja, dat zijn eilandquotes. Ah ja, ja. Maar ja so sociale media is natuurlijk ook nog ja. zonder expressie, zonder uh, intonatie. Ja. Um, ja dat kan ik, ik wel doornen, je kunt sommige mensen kunnen ironie of sarcasme ook niet lezen nee. hè, via sociale ja. media ja. nee en dan, dan zeiden ze ik hoop dat dat Nederland ja. zo ver waren ze wel hè. Ik hoop ja, dat als een je, je dat binnen de groep was. doet die codes gebruiken is het wel redelijk onnozel als ze niet weten dat het <laughs> een code is van, uh, Nee. ja, <laughs> ja. Um, anders ga ik um, ik ben benieuwd naar u Eilandisme. Mijn want ik eilandisme, zie dat jij er ook ja, hebt. Ik, precies. Ik, heb echt ik ga misschien ook eerst kle een kleintje toch van vandaag vertellen, want ik, ik wil dat ook altijd, maar ik had al een groter voorbereid. Jij wilt elke maar. dag een Eilandisme hebben, dan? Nee, kijk, ik vind het leukst van al als mijn Eilandisme dat ik opneem echt die een dag gebeurd ja, is. Ja ja, 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 bij mij dus, is dat uh, niet, niet het geval ik moet nu wel bijzien. <laughs> uh, ik kan dat eigenlijk nooit makkelijk onthouden omdat ik er is elke dag wel eens iets ja. bijna dat ik denk aan het of toch elke week eigenlijk zonder overdrijven het is zo'n quote mijn een kopschiet ja. of zo dat is nee. eigenlijk zodanig dagelijks geworden, dat je daar niet meer bij stilstaat, nee, waardoor waar ik het moeilijk vind om het te onthouden. Misschien moet ik ook de reden zeggen waarom ik er echt niet op opkomen, want ik heb hem niet opgeschreven en ik ga echt niet komen, omdat ik, het is een van de allereerste afleveringen dat ik onderin moet van alcohol aan het opnemen ben. Als je iets wilt u um, herinneren en je weet nog ah, wat er vlak, vlak ervoor gebeurd ja. is, of wat je er vlak dat ervoor waar. aan toen oh. waard of oh, aan het zeggen waard, een paar zinnen ervoor, daar moeten naar terug... Een flashback doen, oh, ja, nee, we hadden vandaag een ja. Het is gevallen op het kerstfeestje van het werk. Mm -hmm. Ja, ik heb hem. Oh, Allee, het, het, oh, het is echt een wijze. Ja, ik ben wel blij. Het was dus vandaag een quizje op het werk. We hadden een kerstfeest en had de collega een quizje gedaan. Het was dus zo met ja, En was het en een dan, trivial time? Uh, nee, het was totaal geen trivial time, want hij was ja, hij deed zijn best onder iets origineels. Oh, van het, was te maken. De quiz. het was wel een quiz. Hey. en. Um, het was zo, ja, ik was in een groepje en de ander moest een hint en ik moest raden. En uh, ja, we zitten wel in een vrij... Ja, wij noemen dat een blauwe omgeving. Een blauwe persoonlijkheden. Ken je dat? Rode, geel? Uh, ja. Eline heeft daar eens over verteld, uh, ja. geloof ik, de de blauwe, ja, de blauwe, dat zijn de mensen die heel veel details willen en niet te veel persoonlijke inschrijvingen. Okay. Ja, ja. Um, dus het, was, het is wel gevaarlijk om zo... Net zoals Sammy, denk ik eigenlijk... Um, ik, gaf S, ik wist het juiste antwoord, maar ik gaf zo een alternatief. Mm -hmm. hey? En dan, nu is het wel de grap, wat dus dat was, de, dus ik kreeg hints... Colibri. Ja, zo gelijk daar <laughs> Het was een beetje gelijk Dus uh, ik, ik kreeg hints van mijn groepje en ik, moest, ik, ik had maar één kans om te raden wat het juiste woord was. En het was vrij obvious, het was Zorro. Dat was, ze gaven mij een paar hints, gemaskerde mm -hmm. man, uh, okay. paard, zwart paard. Dus hey, ik wist al, het was Zorro maar ja, ik stond natuurlijk onder druk want ik mocht dat punt niet verliezen, maar toch wou ik echt met de juiste houding en met de juiste intonatie heb ik toch Don Diego geroepen. Omdat en dat is dan... dan eigenlijk de juiste ja, alleen hè. Nee, nee, het antwoord was eigenlijk Zorro. Ja. Dus ik zei Don Diego. En dan ontstond er in de blauwe omgeving natuurlijk een uh, discussie tussen mensen die zeiden: Ja, Zorro is echt wel Don Diego. Dus dat is juist. Ah maar, ja, ja, Alles zegt in het Engels. Hij zegt dan Don... een keer. Ja, hè? ja, ja, ja. hij zegt. Just, en ik heb op ja. dat, dat toontje. En met, maar met niemand die... had het. Door dat het een, een verwijzing naar is. Um, ik heb het aangekondigd. Ik heb gezegd, ik weet het wel, maar ik ga espressen met een eiland en dan vergeven ja. ze het mij wel, omdat ze wel weten. Hoe okay. extreem dat ik graag een keer dat leuk vind om iets van het eiland te droppen. Ja. En als ik het al aankondig en het niet op een uh, brainfuckende manier doe, dan apprecieer dus ze het. Ze ook mogen het u niet afpakken. Nee. Ja. Uh, ja, maar dat Jeline daar weg is uh, zoveel. Alleen ja, af en toe een keer een stagiair, hè, maar. Ik heb geen eilandvriendje. Oh, je bent je werkvloer. eilandvriendje op het werk kwijt. Ja. Dat is wel triestig. Ja, ja allang. Dus, uh, we zijn al lang... Ge... Toen ben je ook wel echt een beetje denken aan alleen, zo'n zo beetje triestig zo. Uh. Die eerste, ja, nee, maar. Ja, dus, de eerste weken nadat Jeline weg was, heb ik wel echt een klein beetje alleenachtig uh, rondgelopen op de werkvloer. Oh. Zo voelde ik het zelf, maar ik kreeg wel de feedback van mijn bazen dat ik uh, positiever, constructiever en productiever was geworden vanaf het moment dat jij weg was. Ja. Dat, is wel, dat is wel, niet zo'n compliment. Vraag voor vooral. Ja. Nee, maar ja, nee, zeker allee, ja, de periode voordat ze. Uh, allee, ja of ja, ik weet niet. Nee, maar dat ging vooral over die allerlaatste periode voordat ze daar weg was. ja, toen, ja, toen was, was de sfeer misschien wel een beetje minder. Maar wel niet die, die andere drie jaar niet. Hè. De sfeer minder omdat ze dan had aangekondigd dat ze weg ja, omdat ze al Ja, oh, uh, ik heb dat wel al met meerdere collega's gehad. Uh, zelfs met een baas al een keer. Dat die mentaal eigenlijk al weg is... Ah zo, dat hij al ja. weet, ik ja, blijf ja. hier niet lang meer. En dan... Ja, dat is normaal. Ah, Hebde jij dat nog? Hij zit nu zelfstandig. Hè? Ik ben al zeven jaar zelfstandig. Ja. Maar, en daarvoor? heb hij ook nog op kantoor ik, gewerkt? Ik heb twee of drie jaar op een, op echt een werkvloer uh, gewerkt. En eigenlijk vind ik dat wel nog tof. Omdat... Alhoewel, ik heb ook als freelancer al wel veel op verschillende bedrijfsvloeren. <laughs> Bedrijfsvloer, Jesus. Werkvloeren gezeten. De vloer, zo, <laughs> ja. de vloer? De vloer. Ja, ik vind dat een leuk woord. Um... En dus, ik vind dat wel tof, omdat als je nooit op een werkvloer hebt gezeten... Ik weet niet of je het eiland dan herkenbaar kunt. Allee, ja... Wow. Het, het, dat vind ik wel fascinerend eraan. Het speelt zich af op een werkvloer. Hè? Maar uh, ik geloof dat Jan Eelen dat zelf gezegd heeft. Het is eigenlijk een, een, een kleuterschool. Ja. Uh, dus, dus zelfs als je lesgeeft in een kleuterschool, denk ik dat je, dat je het eiland perfect kunt herkennen ja, als, als ja. een blueprint erop leggen, eigenlijk. Ja. Je moet er iets meer doorlezen, misschien. Ja. Maar had je anders anders een komt. vraag of zo? Omdat je vroeg van... Je hebt nog op kantoren... Ja, ik heb daar gewerkt, dus oh, ja. ik weet niet of je daar een, een vraag moet of dat, zo... Ja, om een beetje te snappen hoe dat je naar Thailand kijkt. Ja, ja. Okay. Um, ja ik, ik heb natuurlijk... Dat is vooral een, administratief, um, een administratieve afdeling. Hè. Dus je ziet wel dat er eigenlijk... Daar zit geen vormgever of zo. Dat zou misschien nog wel leuk zijn. Als er op, op heel die vloer ook zo ondertussen een grafisch ontwerper van alles zit te maken of zo. Maar ik heb dat niet echt gemist of zo in die reeks. Ja, ja om je nog beter te kunnen. Ja. Ja, ja nee, dat ga, ja, daar is het nu gewoon de administratie om dat het beste paste. Want hij had nog andere dingen geprobeerd, hè. Het waren een alternatief, dat we dat hij het wilde laten afspelen. Maar ik snap ook wel, ik ben zelf bijvoorbeeld totaal niet iets administratiefs. Dat, dat zal mij nooit echt helemaal aanspreken. Omdat ik te creatief ben daarvoor. Of, of ik ben te snel afgeleid, ben niet rationeel, enzovoort, enzovoort. Um, dus ik, ik denk dat dat misschien ook wel de insteek zou kunnen zijn dat. Um, als je dat echt niet graag doet, dan is dat, dan is dat saai. Hè? En die figuren die doen dat wel heel graag. Een beetje te graag, denk ik. Die leven echt dat voor dat hun werk. Hè? Ja. Maar dat is alleen zo het eiland van, van Michel en Frankie. Dat zijn echt zo de strevers. Die zitten ja. ook zo direct tegen het kot van de baas. En eigenlijk, al de rest doet zijn job zo. zo het, um, het nodige, zeker niet meer dan dat. Allee, dat is me wel opgevallen. Dat is zo. De meeste mensen die daar zitten, denk ik, doen dat gewoon hè, om, een, om een inkomen te hebben of zo. Ja. En dan denk ik dat je ook wel sneller in absurde situaties terechtkomt zo, omdat je, ik denk dat je hersenen, zo wat afleiding zoeken dan van de job. Denk ik, ik weet het niet. Misschien ben ik er te ver bent. op in aan het gaan. Ja, ik denk dat je dat sowieso, ja, dus dat is, dat is sowieso. Um op alles. Je hebt in verenigingsleven, hobbyleven en, en ja, gelijk welke werksfeer en altijd zo diegenen die, die het wat meer bezielt. Mm -hmm. Die het wat meer. Mm -hmm. uh, op mijn, bij ons wordt het woord eigenaarschap genoemd. Ja. De ene heeft dat wat meer dan de ander. Mm -hmm. En er is daar wel een minimum van nodig om ja, ja, ja. in twee richtingen: hè, om, om, om zelf gemotiveerd te blijven, maar mm -hmm. ook om je werk goed te doen en om door je collega's apprecieert te worden, mm -hmm. hebben we dat ook nodig. Je hebt dat een beetje nodig, iemand die te, allee, op school ook een leraar die, die en Dan moet aan het midden zitten. Dan moet je een zijn die wel gepassioneerd is door zijn vak, maar tegelijkertijd wel wat kan relativeren. Maar je hebt altijd de twee uitersten: je hebt degene die het gewoon geven, en je hebt degene die ja, dat veel te veel belangrijk vinden als ze niet snappen dat er uh -huh. leerlingen zitten die dat niet zo belangrijk vinden. Uh -huh. Ja, ja dat, dat, dat gamma zit er wel heel erg in: hè. Zo het, ja. het gamma aan verschillende persoonlijkheden. Ik moest er nu ook net even terug aan denken, Jan -Ele, ik geloof, Zijn ouders hebben, zijn psychologen of zo. En of hij heeft heel veel psychologische achtergrond. Ja, vader dus als prof. Uh, dat ziet aan alles wat dat hij doet en maakt. Hè. Dat, dat is echt zo, het eiland is echt zo'n een, een, een gamma van A tot Z van allerlei. Persoonlijkheden die dan moeten ja. samenwerken. Ja, dat je dat kon opzetten. Ja, knapt. Ja, dat is zo geniaal. En die dingen nog tegenover elkaar zetten en alles uh -huh. tegelijk kunnen vertalen. Uh -huh. ja. Goed, maar ik ga naar mijn eiland, mijn, echt, mijn ja. echte eilandisme ja. gaan. Um, Daar heb ik redelijk een hang gestoken zelf, te zien die ik geforceerd heb. Uh, een van de dingen naast het eiland, dat ik ook met heel veel passie volg. Is de gemeenteraad van Mellen, want ik woon in Mellen. Ja. En uh, ik vind uh, die, die maandelijkse ja, gemeenteraad, uh, meestal heb ik alles wel gehoord. Ah, je of gaat, uh, je gaat er echt Soms naartoe, ga ik gaan ofzo? kijken ook. Soms ga ik echt gaan kijken. Dat is zo uh. open voor het publiek. Dan, ja. of zo. Ah, ja. Ze hebben een open stuk en dan een strotje stuk gesloten. Okay. Maar sowieso het open stuk daarvan verschijnt de audio ook online. Is dat, dus. is dat overal? Is dat... Like ja, in in dat Antwerpen of, of in Gent? In de wel. Ah ja, dat ja. wist ik niet. Er is altijd een open en een besloten stuk, maar... Oké. Okay. Ja, en in, uh, ja. en uh, ik heb uh, drie, maar uiteindelijk heb ik er twee gereageerd, uh, gemeenteraadsleden, uh, of volksvertegenwoordigers moet ik zeggen, want één is van de oppositie, uh, uitgedaagd om een keer in de gemeenteraad ook een eilandquote te gebruiken. En uh, daarvan heb ik er uiteindelijk drie weten los te krijgen. Dus je kunt vragen stellen ook tijdens dat moment. Nee, nee, ik heb die mensen op voorhand gecontacteerd. Ah, en uitgedaagd. Okay. Nee, ik had dat er niet. Hè. En het eerste viel, ik had een klein beetje kaderen. Um, het ging over de fusie die nu bezig is, de gesprekken tussen Melle en Merelbeke, alleszins en de communicatie daar rond. Wat uh, <laughs> gaat dat um, dan worden, Mellebeke of zo? <laughs> uh, ik vrees, Merelbeke is een pak groter dan Melle. Dan het gaat om Melle, Melle gaat opgegeten worden, als dat doorgaat. Alleen met alle positieve en negatieve kanten erbij. Uh, maar zover is het nog niet. Maar uh, alleszins, uh, lieve volkaart van de Open VLD, bij ons is dat oppositie. Uh, die eindigde het met uh, te benadrukken dat, uh, dat, dat, dat het belangrijk is om de bevolking ook wel op de hoogte te blijven houden. Mm -hmm. En dat deed hij op deze manier. Uh, je begrijpt dat belangrijke mededelingen impliceer belangrijke daden. Dus, <laughs> dus ik zou ook wel willen dat je de bevolking ook inlicht. En dan uh, een beetje later werd, was er een gesprek bezig over. Allee, uh, uh, was er een puntje. En dat wel het ging over een robot-grasmaaier die gaat aangekocht worden. En ook dan pakte Lieven zijn, uh, greep lieve de kans op het einde door nog een, uh, een kleine toevoeging te doen. Ja. Ik ga het woord afgeschreven aan Raadstijd Volkhaar. Ik zou juist nog zeggen, be wise, think twice. Als je dat toestel <laughs> gebruikt, alstublieft, laat dat niet s'nachts lopen voor de egeltjes en voor andere dieren, want er zijn al veel ongelukken mee gebeurd. <laughs> Bedankt. Kunnen wij overgaan tot de stemming van dat punt? <laughs> En dan um, was er nog uh, een, uh, ja, de schepen van CDMV, de schepen de Buk, die een beetje later, en toen ging het over de, de aanbesteding van de gemeentelijke basisschool en uh, de budgetten en zo. En uh, daar eindigde hij een uitleg daarover met dit. En dat gaat voor, voor basisonderwijs. En secundair is het 95 en een beetje, maar dat is een andere discussie natuurlijk. Maar ik denk dat je op dat vlak toch ook in mijn team zit. Absoluut. Voilà. Dus uh, daarbij bij deze bedankt en ik daag uh, de rest van de gemeenteraad van Melle uit om dat vanaf nu nog te doen, want dat is heel pesant voor de bevolking. Um, en dan heb ik nog een heel leuk uh, eilandisme van een. Ja, ik kan het eigenlijk geen luisteraar noemen. Uh, heb ik, een, ja, ik had het totaal niet verwacht, maar dit eilandisme werd ingestuurd en ik denk dat sommige luisteraars hier blij mee gaan zijn. Hallo, het is Eline. Ja, nu dat ik niet meer meedoe aan de podcast, kan ik zo mijn ei niet meer kwijt over mijn eilandismes. Dus uh, ja, ik spreek zelf een keer in op ons antwoordapparaat, hè. Allee, het antwoordapparaat van Christophe. Maar um, gisterenavond was ik aan het wachten op een pakje, en je kunt zo blijkbaar zien waar dat postbode is. Mm -hmm. Je kunt dat zo volgen op een kaart. Nee, ik wist dat niet. Het was de eerste keer dat ik dat zag. En ik zag dat hij gewoon voorbij mijn huis reed. En twee minuten later kreeg ik dan een mail: U was niet thuis. De postbode heeft aangebeld, maar u was niet thuis. Dus totaal gewaar. Bo ja, ik moet dat dan gaan ophalen. In het postkantoor. Dus ik ga dat gaan halen uh, vandaag. En um, ik sta daar met mijn, Allee, met mijn GSM. En uh, voor, voor die barcode te tonen. Uh, voor mijn pakje op te halen. En die me mevrouw van de post zegt: Is er uh, nog iets dat je had gewenst, mevrouw? En ik kon dan niet zeggen: Ja, ik zou een klacht willen indienen. En ze kijkt naar mij: Tegen wie? En dan kon ik wijzen naar mijn GSM: Tegen hem. En dan dacht ik: Ah, oh, zalig. Nog een keer Nederlandisme. Ja, ik heb dus geen klacht kunnen indienen. Dan uh, werden we een beetje weggelachen. Maar bon, ik heb het toch gehad. Ciao. Voilà. Dat is wel, uh, ja, dat kijk ik ook niet zien aankomen dat ze dat dan het meest van al ging missen, die eilandismus voorbereiden, maar goed. Mm -hmm. Er was toch één. Ja, ik, ik denk wel eens dat je dan uh, een wekelijks of een ik weet niet, maandelijks moment hebt om dat te kunnen delen, dat je dat dan misschien toch wel gaat missen. Ja. Het is wel een beetje triestiger zelf, want eigenlijk uh, voordat de protpot was, waren wij ja, ook al jaren Eilandbuddies en eigenlijk. Ja, eilandisme bestond al. Hè. Dus wij stuurden dat toen ook allemaal oh. naar elkaar en nu, dat hier niet ja, nu doen we dat ook dat eigenlijk niet meer. Dat schept een band, hè. is dat ook geen eiland? Wat schept een band. Dat schept een band, dat doet mij aan iets, denk Maar ja, dat is gewoon een spreekwoord, denk ik. Of dat schept een band. Ja. Nee, ja, maar we deden dat eigenlijk al en nu dus niet meer. Want ja, nu hebben we het niet meer over de podcast en nu doen we dat ook niet meer. Dat ja. 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 Ik heb nu dit hier. Okay, Af en toe toen ik in de Unie, toen zou ik zeggen. Hè? Nou ja, maar we, we zien en spreken elkaar nog ja. wel hoor. Oké. Okay. Dat is allemaal wel in orde. Hm. Um, en dan heb ik nog een, um, uh, een stukje doorstuurd gekregen van een, een andere podcast, werd ik getipt. Dat heet Met Met, kijk je dan? Dat is, nee, een, dat is een, uh, nog niet. een podcast over voetbal. Uh, nee, dat is ook niet raar dat ik dat niet ken dan. dat is lekker iets van Play 4. Mijn of zo. vriend gaat dat wel kennen. Ja. Is, het, is het met um, die nene van Kurk Droog uh, die zou daarin zitten. Robin Pront denk ik, heeft er ook eens. Oh, is, is dat het een Ik geen Robin. Ik heb geen Robin. Ik is het, het voetbal bespreken met telkens een andere belangrijke gast, nee. gast? Ja. ja. Nee, ik, ik, ik was gewoon maar even maar, aan het uh, raden. Alles sinds daar heb ik dit stukje uit ik heb het ook opgenomen. Evert, wat is er met die waar gebeurd? Ja, ik voel me vernederd en betast <laughs> vandaag. Ik... Ja, en een... Wie is dat die dat zegt? Evert. Ah, nee, die ken ik niet. Ja, en, 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 dus een en... sportjournalist of zo dan of? Ja, ik denk het, van met-met. Ja, en in een, ja. een aflevering verder was er dan Mijn een vriend vriesking? Sorry dat ik u onderbreek. Ja. Mijn vriend heeft wel verteld dat uh, die podcast van Play4 over voetbal, als het die is, dat dat wel de, echt de eerste podcast van Vlaanderen, of toch één van de ja? eerste was. Oh. Heeft hij mij gewoon verteld? Ik, ik weet dat niet. hè. Ik wou ja, hier gewoon even droppen. Dat als iemand dat wil onderzoeken of zo, dat hij dat in uw antwoordapparaat kan. Ah oh ja, of dan met. met uh, de Ik ben wel benieuwd, wat was de allereerste Vlaamse. podcast in Vlaanderen? Hè? Dus niet, oh ja. En ook niet een rip-off of zo, of, of iets oh ja. uh, iets al bestond. Ik heb dat soms zo met tv-programma's, dat dat eigenlijk een kopie is. <laughs> een kopie, Laoni. kopie, nee, nee, kopie. <laughs> kopie. Kopie. <laughs> Ik, heb, ik had ook nog nooit iemand kopie met de nadruk op i-oren uitspreken uh, tot dan. Um, nee. Maar alleszins, het, het is geen toeval. Het is echt naar het eiland verwezen. Want een aflevering later, dat heb ik nu niet opgenomen, um, was er zo'n klein quizvraagstuk. En die neemt die tik tiktok tik En die andere die zei: Oh, hij doet een <laughs> klokna. Dus volgens mij. Nee, <laughs> het is echt wel. Uh. En dan werd ik nog. Ik ga het hier niet staan, ik ga het hier moeten afspelen. Getipt van dat er iets in de standaard, dat hadden we al kennen, de standaard podcast. De standaard uh, ja, vandaag dat? Ja. Uh. Uh. Je kent het verhaal van de kikker en de schorpioen, die overzwemmen. Ja. En de schorpioen, uh, op, op halfweg de rivier prikt dan toch de kikker. <laughs> en de kikker zegt: Ja, waarom doen we dat nu? Want we gaan nu samen verdrinken, en de schorpioen zegt: ik kan het niet laten, het is sterker dan mezelf. Ja. En dat is eigenlijk ook wat, wat bij Boucher het probleem is. <laughs> Ja. Het, is, het is niet helemaal hetzelfde, hè. Nee, dat zit in mijn aard. Ja, mijn ja. eigen natuur, dat is, ja. of dat is mijn aard. Ja. Ik, ja, op een duur begin ik ook te twijfelen aan jezelf. Hè. Ik ben er zo zeker van dat het uh, eigen aard is, maar um, ja, misschien is het eigen, eigen natuur, wordt er ook in gezegd. Daar ja. ben ik wel zeker van. Maar ik weet niet, wordt aard ook gezegd of is het... Ja, ik denk um, het thema dat ze gekregen hebben is eigen natuur. Ja. En in het verhaal zeggen ze mijn eigen aard of mijn aard. Jij bent echt een die-hard, ja. ja. Als, je dat... Als ik dat weet. Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat wel. Dat is een beetje fanatiek. Ja, dat over, mag, uh, over uh, kennis gesproken. Misschien kunnen we hier een oproep over doen, want we zijn er al alle twee tegen gelopen. We hebben het er al over gehad. Uh, het schijnt dat op 21 februari er een quiz is in de Joker over het eiland, maar ik vind geen enkele manier om in te schrijven. De fokken, hè? Maar je hebt de ja, fokken, maar je fokken al gemaild. Uh, gewoon bestoken met DM's, dat vindt hij heel tof. Uh, ah, ja. Gewoon echt vol een bak spammen. En, en, uh... Want ik vermoed dat oh, gewoon u, nog niet. Ga gewoon een keer naar de Joker, hè? vraag die eens aan de barman. Ja, ik, wil ik, wil, ik wil nu ik, ik wil niet. Hè. spreken. Ja. Ja, ja, pakt u een auto? Ja, ik niet. <laughs> de de trein, toch, ik bedoel de trein. Dat is toch een het dat, ze <laughs> dat is toch in het centrum? Je ja, 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 gaat toch niet zeggen nee. dat je daar nooit geweest bent? Maar ik denk, jawel, maar, nou, nee. ik heb wel een herinnering, als ik, als ik de video's eruit zie, heb ik wel een herinnering dat ik daar een keer was. Dat wel. Uh... Maar ik ben niet van Antwerpen. <laughs> um, dan heb ik nog wel nog een heel en dan ben ik er vanaf dat er een bake of, maar dat komt blijkbaar constant met dat mijn mopbroek daarin komt, dat die wel een keer een kwinkslag doet naar het Ik kijk eiland. niet naar bake of. Dus Hij ah, is dezelfde uh, reden als nee. ik. Um, dat heeft niet echt een reden. Nee, dat is waar. Dat is niet waar. Ik, ik ben aan het liegen. Ik kijk niet super graag naar programma's over eten, want ik krijg Honger oh. als ik naar het programma's kijk over eten. Er is nu zo SOS Piet uh, terug op VTM. Ja, juist, Redelijk nee. laat ook, om negen om of om tien uur s'avonds. Gisteren die waren lasagne aan het maken. Ik mag echt gewoon niet. Ik, ik kreeg zin in lasagne om tien om uur s'avonds. Mm. S dat, dat, dat mag gewoon niet. Maar ik wil wel reclame maken voor Bake Off, want dat is, um, Regula zit daarin natuurlijk. Regula ja. is, IJzerwijn of IJzerwijn. Ik weet niet meer goed hoe ik het moet uitspreken. Mag dan een link doen? Dat is, dat is gewoon een, een madame die kijkt hoe bezig is. Um, Alleen als je in de jury zit van Bake Off moet ik dat niet meer benadrukken. Hè. En haar vriend Bruno Vergouwen is een illustrator die ook heel mooie prenten maakt. Dikwijls ook voor Bake Off. en... ...voor boeken van Wimmerbroek ja, en die zo. Die taart ja, is op voorhand getekend. Dat weet ik niet. Maar ik weet dat hij bepaalde promo-dingen... ...posters heeft gemaakt voor Beekhoff... Uh, ja. om, ...omdat zijn vrouw... Uh, in, in, allez, niet, misschien niet omdat... ...maar die doen gewoon vaak samenwerkingen. Waar ik heel tof vind... Zo creatieve koppels... Maar ik ben te veel aan het, af, aan het uit... afwijden, ja. Uitweiden. Ja, ik weet wel wat te vertellen over Beekhoff. Um, dus ik wil nu niet zo zeggen van... Hey, je mag daar niet naar kijken, want je krijgt daar honger van. Dat is gewoon ik. Hè? Dat is ja, gewoon ja. ik die stom in elkaar zit. Ik heb wel een redenen, waarom is. ik daar niet zo graag naar kijk. Ja? Zeg het eens. Ik kan er niet tegen, maar je hebt mensen te zien die hun de vingers aflekken. Ah ja, ja. Dan heb je een soort... Misofonie. Daar zal een woord... Ja, ja. Ik, ik wou zeggen misofonie, maar ik dacht dat alleen mijn geluid Ja, ja, ja omdat geluid heeft irritant. Ja. Maar ja, als, benadruk, als het nog een keer door het beeld ondersteund ja. wordt... Het maar voor de het rest... Ook, allee, zei, allee, um, we kunnen nu in de camera praten. En terwijl dat de camera op je staat, zo... Ja, Ach, moest snap, ik, nee. ik nu ooit toch de, de bakmicroben te pakken krijgen? Dan sowieso ga ik, is dat het eerste programma dat ik ga opzetten, denk ik. Ja. En wel, wat, dat is in, wat dat is van eilanddingen in, in de bake is geweest, twee dingen dat ik weet, is dat er een keer... ze moesten zo. Een kop maken, een hoofd van iemand. Mm Het -hmm. had iemand Frankie Loosveld genoemd. Terwijl dat bij Bob ook daar rondliep. Zalig. En het was ja, echt niet zo goed gelukt. We zou het hem, ja, nogthans. Ja, zeker in een week of komt hij wel nog redelijk de positieve uit. Dan, maar, en, maar het en, dat hem was niet En goed. dat was een gezicht in een taart. Ja, ja nee, echt, ja, echt zo'n gesculpt gelijk. Zo. Ah ja, Gidee. in 3D. Ja, een gelijk draadij een... gelijk, dat we zeggen. Ja, 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 ja. Ja, zat... ja maar dat, hey, dat, dat is ook echt niet makkelijk. Hè. Ik denk Ongelijk. ook zeker niet met, met ingrediënten die kunnen smelten en zo. Ik bedoel, alleen. Kudos om dat al te proberen, zou ik zeggen. Ja, ja dat, dat had hij dus wel geprobeerd. <laughs> en dan, um, ja, het is een keer geweest dat hij wegsfeer zegt. <laughs> dus ja, dan, ja, dan weet hij wel wat hij erom doet. Hè. Ja, maar is het, ja, dat is een VTM-programma, dus ik vraag mij af als hij echt heel veel eiland quotes, moet hij dan zo geen auteursrechten betalen, aan Woestijnvis of, of aan VRT? nou Goeie vraag. Uh, uh, ik zit nu heel hard met auteursrechten met een kop door AI Ja, jij wordt er wel, hoe uh, er... AI? Uh, weet je het niet, film. AI? Um, zo tegenwoordig hebben we toch veel ja. apps en zo ja. om portretten te maken ja. in AI. en zo. Op, op basis van een ja. paar foto's ja. van u, kun je zo een uh, geschilderd portret. Um. Ah ja, ja, die, maar ja, als die. ik daarover begin. Oeh, you don't want to go down that road, nee. dan word ik uh, boos. En, 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 um. Maar ik, ik wou dan nu gewoon zo even vermelden, die auteursrechten, omdat ik mij daar gewoon echt afvraag. Van, um, dat ja, is iets voor je... Uh, programma, hè, dat zijn quotes, dat is een duidelijke verwijzing naar het eiland ja. auteur is, 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 is echt daar moet een master in hebben in quantum fysica om dat te kunnen snappen denk ik wijs dat wel veel quotes van het eiland net een beetje te moeilijk zijn om, om te gaan, gaan claimen omdat, ja. ze, omdat ze eigenlijk al zo ja, ja, weg, sfeer, dat zijn twee woorden. Pro ja. probeer, maar eens, probeer maar eens voor twee woorden die elk apart gewoon... Een woord zijn. Ja. woord zijn uit onze taal. Ze zijn iets, ze zijn iets te, te generiek nog. Hè? Veel ja, ja, ja. Mm -hmm. zeg ze een beetje op een andere toon. En, en, ja, ja. 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 Mm -hmm. Je moet... Ja, of, of je moet kwijt niet hoeveel gaan claimen, maar... Ja, ja ik, allee, dat is nu niet voor nu, maar ik vind dat wel... He. Een Interessante discussie of interessante materie ja. vanuit mijn beroep, natuurlijk ook een beetje. Anyway, beroepsmisvorming, ja, maar we kunnen er dan bijna aan beginnen. Wel nog even vermelden eh, dat we weer een lekker wit wijntje aan het drinken zijn, eh, want eh, niet omdat ze ons triestig hebben gemaakt. Zegt. Je hebt me triest gemaakt, Guido. Heb ik ja. nog budget? Ja, ik had. Een, ja, ik eet ja, echt wel geen tonijn anders me dat ik nog Dat herinner ik mij nog uit de protpot, denk ik. Dus dat, dat ging over die scène. Hè. Heb ik nog budget? Ja. Uh, en dan zegt Guido zo. Broodje tonijn, een glas wijn. Uh, ja, dat zal 10 euro zijn. Ja. En, en dan ging het erover dat dat echt belachelijk weinig is. Hè. Ja. Voor. Hij moest je dat in deze tijd bestellen? Ja. Dat zou dat. Ja, 15, 18, 20 euro zijn denk ik. Ja. Maar ja, broodje tonijn en witte wijn misschien nog niet. Maar die alleszins... gasprijzen, misschien 25. Ja. Maar alleszins, eh, alleszins over de middag gaan eten met een budget van 10 euro per persoon. Dat is gewoon weinig. Ja, nee, nee dat lukt wel, maar ja. niet als je wijn nee. gaat bestaan. Nee. Dat is, dat is minstens 4 euro per ja, om glas. Te, om je zat te drinken. Ja, en zij dus had er dan, Dat was echt haar bedoeling, hè? Om, ja. om zat te worden over de middag. Ik heb budget over te doen. <laughs> ja, ja, maar we waren weer, bezig uh, over, over. Ja, die want wein. ik moet daar iets over zeggen. Want we hebben, ik heb die wijnen. Ik ja, dacht eerst dat er Kendall Jenner op stond, maar het is Kendall Jackson. Ah ja. Ja, het, het soort, ja, het is dus witte wijn die ik gekregen heb van uh, Rico Wijnen. R. YCO-wijnen.be uit... Ik denk dat ze het Geel of Baal waren. Gaan we wijnen? We gaan wijnen. En uh, ze doen een actie voor ons. Ze, um, als je, je kunt potpot pot invullen op onze website. Als je wijn nog moet bestellen voor de eindjaarsfeesten, doe dat dan daar. Want, uh, Rico en, wijn... en ook nu, zou ik zeggen. Ja, het is... En... Het is um... Het is al bijna, hè? Ja, dus doe het maar al. En, uh, en de, met de kortingscode PROTPOD, dus P-R-O-T-P-O-D, dan krijg je de 10% korting. Nice. Ja, we kunnen er dan uh, nu aan beginnen. Hè. Eindelijk weer een keer beginnen analyseren. Het is even geleden voor mij ook dat ik nog een keer een gewone analyseaflevering heb gemaakt. En uh, we, gaan, we zitten nu aan de voorlaatste aflevering waar ik nu ga beginnen, die heet Het Feest. Dus dat is aflevering 5 van seizoen 2. Um, ja, het feest. En ook bij deze kan ik zeggen: uh, het script hebben we erbij, hè. Dus je hebt dat bij Komt. u liggen. Uh -huh. um, dus denk ik denk dat ik deze heb gekregen van Koen De Leeuw, waarvoor dank. Um, dus het is een script dat vrij definitief is ook, maar hier en daar toch wel verschillen in te maken zijn. Maar wel een paar. De verschillen die er zijn, die zijn wel groot. Um, en die ondersteunen trouwens een theorie die ik denk ik ooit wel al een keer gezegd heb. Um, dat is namelijk dat ik denk... Dat Jan Elen weer ook, net zoals seizoen 1, aan zeven afleveringen heeft zitten schrijven. En er uiteindelijk zes van gemaakt heeft, door de laatste drie te knippen tot twee. En uh, het script dat we nu bij ons liggen hebben, heeft dat eigenlijk bevestigd. Um, want uh, het begint met een autoscène die we straks gaan laten horen, die het dus niet gehaald heeft. Hè, een Guido-Michel-scène. En, um, <tosses> en hij eindigt. Vlak voor de vijf van Liesje. Dus deze aflevering, hè, het feest, hè, speelt zich ook voor de helft af. Dus die begint op kantoor, en dan halverwege die aflevering gaan ze naar eh, dat, dat jeugdhuis daar, hè, waar, de, waar de Liesje naar haar 26e verjaardag viert. Um, maar ik denk dat Jan Eelen eerst van plan was om eerst een hele aflevering te maken nog, die trouwens het feest van Liesje heet, heb ik gezien. Um, Waarbij dat alles draait aan de aanloop van het feest. Dan dat hij een aflevering ging maken volledig op dat feest. En dan dat hij nog een laatste aflevering ging maken waarin dat, ja, Michel dan zijn revenge had op Bukje. Uh, maar dat hij dan uiteindelijk waarschijnlijk niet verhaal genoeg had. Of ik weet niet wat voor reden dat er dan is. Maar dat dat dan uiteindelijk vrij laat geknipt is. Uh, want het script dat we nu inderdaad hebben, dat stopt ook daar. Dat stopt ook op het moment dat ze zich aan het klaarmaken zijn voor het feest. En nog een klein detail die mijn theorie onderschrijft, is. We, we zien nu in de aflevering die we nu. Ja, We gaan zeker zo ver niet geraken. Uh, zit er ook een auto -scène. Want Guido en Michel vertrekken s'nachts, want die heeft wel de aflevering gehaald. Dat zij vertrekken naar het mm -hmm. feest. Mm -hmm. En uh, dat ze dan ook nog Frankie gaan, gaan ophalen. En, ja, dat herinner ik mij. Ja. Die gaat al zo helemaal. Uh, die had zo body lotion of zo. Ja, ja. En ja, dat was zo van waar ik. Ah, ja, dat is, dat is body lotion ja, weet of zo. Het zegt? Zegt? Dat is echt een vreemde Hij zegt is dat een raar woord, hè? Ik heb een goede film gelijk. Ja, ja, <laughs> juist, ja. de film. Met zo gelijk, ja, en dat is een Dat is ja, echt zo. Niet? Uh. Ja, is ver, vernis ken ik wel, ja. Maar nee. Ja, een film, dat is inderdaad... Daar is over nagedacht, volgens mij, over dat woord. kan een goede film zoals Dat zal waarschijnlijk in het levens toen zo gezegd geweest zijn, zeker? Ja, ge, allee, ge, dat is een, een manier om dat te zeggen. Hè, dat je er eens een film opgelegd hebt. Hè, dat je er echt goed dik op ligt. Dat het, ligt. Dik ligt, uh, dat het ja. zo dik ligt dat je het eigenlijk weer kaatst. Dat is volgens mij wat een film uh, is. <lacht> <lacht> ja, ja zo, zo interpreteer ik het. Dat allee, dat ik, ik associeer dat met een... Een analoge film van een camera en die blinkt. De ja, negatiefjes blinken ja. heel erg en dat is waar dat ik daarmee mee associeer. Dat ik denk: van ja. oké, okay, ik wil heel hard blinken, dus dat moet een film van een analoge camera bij manier van spreken. Het bij ons dat wij dat ook wel gewoon tegen vernest zeggen. Hè? Als het goed vernest is, mm. ligt er een film op. Ah, ja, oké, okay, maar dan, dan, ja, nee? dat weet ik niet. Daar ben ik niet mee vertrouwd. Dat, uh... Ik denk dat in het eiland, als jij het zo zegt: ik heb er een film opgelegd. Ik denk dat dat de eerste keer is dat ik het zo heb gehoord. <laughs> Ja. Ja. Maar ja, dus, dus die auto's zijn eventueel geld en al de rest niet. Um, ik vermoed dat ze misschien anders allemaal geschreven zouden gaan geweest zijn of niet. Dat had ik wel ooit keer kunnen vragen. Ja. Maar alleszins, je hebt dat script daarbij liggen en uh -huh. je mocht een keer uh, uh -huh. de delete het zien voorlezen. Okay. Lege auto. Portierbestuurder gaat open. Michel stapt in en zet zich aan het stuur. Hij zet de radio aan en een CD op. Brian Adams. Hij legt zijn handen op zijn stuur. Deur gaat open. Guido. Oei. Michel zet radio stiller. Ik rijd vandaag, Guido. Ik rijd vandaag. Guido stapt in. Michel wil vertrekken, maar hij valt stil. De muziek valt ook uit. Hij start en hij rijdt verder. Ja. Uh, auto Michel staat erbij, dus ik, ik denk ja. niet dat we dat ooit gezien hebben, dat we in de auto van Michel... Uh, of wel is het auto met Michel, gewoon twee ja. woorden om het te benoemen, denk ik. Ik denk niet dat Michel... Een, heeft hij ja, een auto? Ja, maar ja. Dus normaal gezien heeft uh, Michel de bedrijfswagen van Guido gekregen. Ja. Uh, want Guido ik, heeft een ik, ik ik van Jean nu zo denk aan die scènes dat zijn schoonvader de auto moet... Dus hij heeft wel een auto, ja. he, want zijn schoonvader moest hem komen... Hij heeft zelf een auto, dat is een Golfke. Uh, maar de best zijn best zijn van Opel, dat weten we. En uh, dus, uh, Guido heeft in seizoen 1 van Opel van het bedrijf gereden. En, uh, maar we hebben nog een keer een deleted scene voorgelezen. En uh, daar was het plan dat uh, Guido met zijn eigen auto, dus terug zijn eigen auto van hem en Marian, tot bij Michel rijdt. En dat hij daar, vanaf daar, de chauffeur speelt van Michel met een bedrijfswagen van Michel. Ja, ja. ja. Um, ik vind die auto die zijn geniaal, hè. Ik vind dat dat mooi. zo. Ja. Ik denk niet dat er een andere serie is met auto-scènes dat ik al gezien heb die zo goed uitgedacht of geschreven zijn, zo van, van dat putteke. die radio. Als Michel instapt, die zet altijd zo die radio af. Is ja, u dat het hondje, het niet? hondje, hè, het hondje. Het hondje, Allee, ja. daar is zo heel veel. Aandacht aan besteed aan die auto's, zijn, dus denk ik. Ja. Het hebben ook al luisteraars... Ik heb dat misschien nog niet allemaal gezegd. Of wel, soms kijken ze van die tips van echt foutjes ook die erin zitten. Soms vind ik ze al oh, niet. Vertel, vertel. Oh, vertel, vertel. Het is niet altijd dezelfde uit. Zelf in seizoen 1. Dat eh, is mij nog nooit opgevallen. Ja, zo, dat zei je. Ja, kijk een keer daar. Want daar gaat er lichtje aan. En zoveel zou het ook dezelfde uit moeten zijn en het gaat niet aan. En Um. Ik denk dat dat allee, illustreert hoe goed dat, dat geschreven is, dat je zelfs ja. niet merkt, of nee. dat ik het niet merk, dat het gewoon ja. een andere natto is. Nou ja, het is geloofd. He. Maar veel dingen kloppen wel. Dus dan heeft hij plots een bolletjesmat. Ja. Ja. ja, de bolkensmat. Ja. mijn ouders hadden dat vroeger ook, maar ook nog. Zowel de autoscène, ziet het goed ziet hem zijn bolkensmat. He. Ik vond van wel. Ik, ik, ik mis dat eigenlijk wel, want dat had wel zo'n beetje. Je, je kent dat misschien nog wel van die massagestoelen. Ah ja, in een winkel worden. met gadgets vinden dat soms wel zo'n stoel waar echt bollen in zitten. En dan masseert dat zo'n beetje. En ik denk dat dat, dat was een beetje zo, dat effect eigenlijk. Ja. Nou hij heeft ze gekrevels en werkkoeken. Dat bolkjes matt ik, 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 ik moet ook, zeggen, he? het ontgaat mij eigenlijk wel wat de, wat de echte functie of de meerwaarde daarvan is, van die balkjes. <laughs> Want ik denk niet dat het bedoeld is om te masseren of zo. Um, ja, op bescherming sowieso niet, Er zit wel maar... meer afstand tussen Oof. u en de autozetel. Misschien coronagewijs dat dat wel een meerwaarde zou... Ik, 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 weet, ja, het ik niet, weet het ik ook weet niet. Ik weet het Nu hebben we verwarmde zetels. Hè. Ik ga dat eens moeten googlen, uh, bolletjes mat. Wat waarom, het, uh, dat, uh, waarom dat uh, waarom warm, dat een ding waarom? is. Ik dus ja, zie dat nooit meer nu. Ik denk zelfs dat dat in 2004 eigenlijk al redelijk ouderwets was. Want ja, ik weet ook, het wel. Ja... Mijn ongetrijf. ouders die hebben het gehad, zo'n bollekesmat. Maar ik herinner mij ook dat hij dan op een bepaald moment weg was was Er was gewoon een nieuwe auto. En dat was wel ergens zo rond die periode volgens mij. Dus ik denk mm. dat een bollekesmat. Eerlijk... Het zal een van de laatste daar geweest zijn, <laughs> die, die bollekesmat. <laughs> Ja, nee, die, um, dus de de en de auto-scènes zijn twee ja, unieke settings natuurlijk, omdat, ja. die, omdat die ook stilstaande camera's hebben. Ze is onlangs en... nog eens teruggekomen, hè? de toilet-scène, de, de canvas-quiz. Ja, het, zeg, dat heb ik meegekregen, dat het mee dat dat u al was opgevallen. Ja. Maar was u... Ik dacht, ik ja, Christophe zal dat wel direct. alleen zo heb... handen wassen en de spiegel is de camera en... Ik, wel, ik heb met een klein beetje vertraging naar de canvasquiz gekeken. Ja. En tegen dan had ik u opmerkingen al gezien. Ja, 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 ja. Dus ik weet niet of ja. ik er zo aan gedacht ja. heb. Er zaten ook wel zo wat. Ja, ik vond dat sien ergens, redelijk maar dan achtig Maar misschien zie ik gewoon Den altijd me? alleen. Protu ik weet het niet. Er waren een paar. Quotes of zo, denk ik, dat ook... Ik... Ze, heeft wel, wel, ze heeft sowieso blij dat je in mijn team zit gedaan. Dus... Ja, ja, dat bedoel ik. Zo van die dingen... Zaad... Maar ja, is, de quiz, dat nodigt ook uit, hè, om zo eilandachtige... Ik geloof, er had ook iemand gesmost op zijn trui of zo. Voor... En die kwam dan voor die spiegel staan. Ja. Wat, wat dat sowieso al aan het eiland deed denken. Dus die was dan eigenlijk, in de, spie... Allee, zo gezegd, in de spiegel, maar eigenlijk in de camera... Allee, herinner ik mij nu, hè? ik wil het nu gelijk herbekijken om te zien of het dat... hè? Maar daar ja. was Het de laffe Maar daar zaten ze wel echt in de spiegel ook, die camera. Ah uh. ja, denk ik. Hadden ze het, dan is de vraag: hadden ze het door hè? dat er een camera achter hing? Ik vermoed het wel. Ik zou dat zo geniaal nee. vinden als, als ze daar achteraf pas te weten Gezegd, zijn. Gekomen um, te... Dat ja. Ze zijn er wel redelijk in geslaagd om het echt te laten. Voelen maar ik denk dat dat als... niet mag. Ik denk niet dat je mensen uh -huh. mocht filmen als ze als er niet. Nee. Ik weet het niet. Ja, ze waren ook allemaal van. Ja, op, op een televisieset. Um, ik, ik weet, in de stad hangen camera's en je wordt eigenlijk altijd wel gefilmd. Maar op een televisieset zou ik vermoeden dat de acteurs op de hoogte moeten zijn van nu wordt er gedraaid. Dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag om te stellen aan een acteur van. Van in de Canvas? Nee, gewoon eerder wanneer nee. als je op een tv-set bent. Um, moet je ervan op de hoogte gebracht worden dat er gefilmd wordt? Hè? Of dat jij gefilmd wordt op, op, op het toilet, bijvoorbeeld? Dat lijkt mij toch... Ja, al die verborgen camera dingen. Alleen, Het is maar aan de lavaboots, niet op het, op het toilet. Maar ik vraag het mij wel af. Van, mocht je een acteur hè, in een televisieset smijten en dan zomaar alles filmen wat hij doet op die, op die tv-set? Dat weet ik niet. Maar je zit er wel vrij mee bezig met die rechten. Maar dat is eigenlijk gewoon ja. omdat ik nu hier zit. U, ja. uw, uw punt van de podcast is eigenlijk om... Alles te analyseren en ja, vragen ja, te stellen bij alles dat je ja. ziet, eigenlijk. Maar echt alles. Ja, dat is en dan waar. misschien in dat dieper level dat ook ik nog dat, vragen stellen. Dat ik, dat mee, ik heb het mij, denk, denk ik, ook wel even afgevraagd. Ja, ik vraag mij dat bij ik, alles Ik vraag het, het mij af. ook nu pas af, nu dat ik aan deze tafel zit, omdat mm -hmm. dat is het punt van uw podcast. Ja, alle pseudo-realistische programma's, zoals bijvoorbeeld dus het van, huis. Waarom? Dat is een ja. beetje de mindset waar ik hier nu zit. Zo alles wat ik zie en hoor is zo van waarom is dat zo? Ja. En, en kan dat zo? Je moet echt alles analyseren. Ja, 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 dat is toch wel echt... Daar moedig ik, <laughs> ik inderdaad soms mensen wel extreem aan. Maar ja, dat is ja, soms ook dat echt... Dat naten, ik, ik doe dat eigenlijk. Te, ik ben echt zo'n overanalyse. Ik doe dat te veel in mijn leven. Dat is echt vermoeiend soms. Van waarom wil ik dat nu per se weten? Zo? Ja. <laughs> ja nou, dan een ontwikkelde theorieke ze waarom dat dat is niet per se bla -bla. Ik, ik heb niet altijd een, een theorie voor ik, ik, ik stel mij gewoon graag de vraag en je hebt altijd wel zo wat verschillende scenario's maar en meestal is het antwoord gewoon ja dat niemand zich daar ooit al vraag bij gesteld ja. heeft ja, ja wel, meestal zijn dingen. Want, want dat, is, dat is bij mij. Allee, wat ik het boeiende natuurlijk vind aan, aan zo'n bedrijfscultuur analyseren, wat het eiland doet. Heel veel dingen, daar is juist overdreven te veel over nagedacht geweest. Over. Ja, en daardoor is het ook weer niet meer goed. Bedoelde in, in, in het script of. of in... Nee, 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 in het bedrijfsleven. Ja. Dat is het grap. Er ontstaan geschreven en ongeschreven regeltjes. En, en voordat de twee, ja, wij hadden over laatst ook weer zo een meeting, en dan, en dan was het pauze. En dan heb ik dan toch een keer beslist: van och, kijk, ik ga, mij, ik ga als eerst een kan ik ga mij op een andere stoel zetten. Mm -hmm. dan, ja. En de, de onderste is dat op een andere zitten. Uh, ja. ja, eigenlijk wel, ja. Ik, ja. Ik, ik, ik doe dat zo, ik denk meeste mensen, ja. De, en de, ja, de persoon op wiens stoel dat ik zat, heeft dan zijn best gedaan om te zorgen dat ik juist degene was die mij oncomfortabel voelde bij de nieuwe situatie. Dat is raar. Het is dat toch is... maar een stoel? Allee, nee, dat ja, is maar je zo... had het door hè, dat, ik, dat, ik, dat ik een experimentje aan het doen was. Ja, zo. En dan, ja. Dat, dan, zijn wel, ja. dat is wel leuk dat je je werk... Allee, ik vermoed dat je werk wel <laughs> graag doet, maar... Ja, ja. ja ik doe het niet uit verveling. Maar... Ah, wel, maar het is leuk als je zo van die dingetjes... Je, je dag kunt nog meer ja. opvleuren met dat soort... Ja. Lolligheden. Social uh... experiments en lolligheden. Ja. Oké, okay, we, uh, we gaan nu echt beginnen kijken naar, naar de aflevering. Dus, uh, er zit geen kunnen in, like dat we al gezegd hebben, over... Uh, um, over ja, men in een auto, want dat is eruit uitgeschreven. Uh, we beginnen direct op kantoor. Misschien heel kort nog een keer uh, bedenken wat er vlak daarvoor gebeurd is. Het is normaal gezien weer de volgende dag na de vorige aflevering. De vorige aflevering was Leslie. Dus, uh, ja, het is daar dus een beest gestorven op kantoor. Uh, nog een paar belangrijke dingen zijn gebeurd. Hè. Dus de band tussen Sammy en Alain is weer een pak verbeterd. Sterker nog, ze zijn een groepje van vier geworden, want ze hebben samen de bosklapper gezien. Ja, niet echt, maar. Allee, zo voelen ze het toch een beetje. Ze hebben een uitstapje gemaakt. Uh, Michel is even op zijn paal gestaan in het water. En hij is, uh, ja, Bucky heeft dat laten we het zeggen, toch wel goed vernederd. Um, maar Michel is op het einde in de auto tegen Bucky een keer goed uitgevlogen. Hij is dan uitgestapt uit een auto. kwam direct binnen de seconde in een totaal andere sfeer terecht, omdat Sonja daar al stond. Um, ze zijn dan naar het kantoor naar binnen gegaan. En uh, ja, ik denk dat Michel dan een beetje heeft geholpen om zo die, die zwaarste slechte gevoelens daarvan toch een beetje te nuanceren. Hij heeft al wel een bal naar Nallarts, maar uh, Bucky was hem voor. Hè. Um, en hij heeft dat al in het algemeen negatief op zich genomen, maar het heeft hem zoiets gemaakt van oké, okay, nu weet ik 100% zeker dat Bucky slecht is. En Michel heeft nu de instelling, dat gaat hij nu toch proberen, gaan we zien. Van ik ga gewoon van Bucky niets meer aantrekken. Ik ga het zo doen. Ik ga gewoon al mijn beslissingen zelf nemen. En zo stappen we er nu in. En het is dus, dus de intro. is... Uh, maar... We zien dus liesje binnenkomen aan haar bureau. Voor de rest is er waarschijnlijk niemand. Het bureau staat wel hoe vol nog altijd. En we horen Allei. Een, een, een ingehouden lach der dwazen van Allei horen we. Liesje lang naar Rias aan de kapstok. Ze dus, uh, is duidelijk wat meer opgemaakt dan anders ook. Dat kunnen we nu al zien. Ik vind het geweldig eigenlijk dat je Alain gewoon niet ziet. De scène begint en je hoort hem. Maar je ziet hem niet. Nee. <laughs> ik pijs een eerste keer die aflevering um, dat je er niet op let. Maar oh. ik, ik weet wel als, allez, als iemand. Je zegt ingehouden lach, maar dat is, dat is echt wel vrij duidelijk hoorbaar. Hè. Volgens mij moet Liesje dat wel horen. Ja, ja, ja superrealistisch <laughs> is het niet. Nee, maar het is, allez, het, is, het is echt wel nodig dat je hem hoort. Om al te weten van. Ja, wat gaat het nu weer zijn? He, ja, er, er klopt ja, iets niet. Wat, nee. wat is er. Uh, ja. Ik heb ja, deze aflevering. Dat is, dat is echt raar om te vertellen, maar het is wel echt zo. Dat is de enige aflevering die ik niet alleen of, of met ene maat erbij heb bekeken. Maar die aflevering heb ik, ik bekeken, die was op tv tijdens een familiefeest. Zalig. En dat was een beetje uh, gelijk. Dat lijkt mij lijk echt wel voetbal leuk voetbal om tijdens zo. een familiefeest. <laughs> oh, maar ik zou niet bij voetbal vergelijken. Nee, ah, wel, maar er is wel een vergelijking te trekken. Ongeveer 50% wil het zien en 50% wil het, uh, wil het ostentatief niet zien. Oké. Okay. Zo was het ook met Thailand. eiland. Ah, zo. Ja, ja. Wa waren er 50% mensen die denk het niet wilden? Ik denk dat... Nee, ostentatief niet willen zien was het niet 50%. Maar we zaten zeker niet met af te kijken of zo. Het was met mijn onkel. Um, maar het, is, het, is, het is echt raar, maar ik heb nog altijd die herinnering. Waardoor ik van deze aflevering details ja. echt niet gezien heb de eerste keer. Ja, ja. Echt dingen gemist heb. Ja, logisch. Hè. Dat is ja. te veel uh, af. Maar uh, op een familiefeest. Ik vind dat wel een goede setting. Omdat een familiefeest kan alle kanten uitgaan. Ofwel ja. verveelt je je steen dood en ergert je u. Ofwel um, is dat gewoon heel tof. En heeft iedereen al een beetje gedronken of ik weet niet wat. We kunnen gewoon veel lol ja. maken met elkaar. En in beide gevallen is dat iets leuks om naar te kijken dan. Hè. Toch die aflevering zeker, ja. omdat het nog eens feest is in die aflevering. Ah, ja, 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 dat klopt inderdaad. Dat, dat liep wel in elkaar een beetje ja. over. En ik had trouwens ook wel um, toen... Ja, nu, nu nog. Ik vind eigenlijk dat die, zo wat, die aflevering heeft zo wat de sfeer van oud jaar heeft, vind ik. Dat zit daar zo'n beetje in omdat ja, echt ja. iedereen gaat er naartoe En dat ja. heb je ook wel met oudjaar. Dat, dat is iets waar iedereen ja, een ja, beetje... Bij Soaps ook. We hebben hmm. dat ook wel zo rond de kerstperiode. Dat is en, dan ook, en het is ook een beetje uh, een, een nieuw begin. Maar ik wil nog niet te veel spoilen. Ah ja, ja ik denk niet dat er veel mensen <laughs> te luisteren die niet weten wat er gaat gebeuren. <laughs> um, ja, oké. Okay, dus, uh, dus ja, Liesje hangt daar een kap, er, uh, jas aan de kapstok. ook mm -hmm. De camera is nu even naar beneden en weer naar boven gegaan om even duidelijk te maken: hij zit onder het eiland 3, hè? en hij zit daar mijn cadeautje, dat je al een beetje zien. Elisje kijkt om zich heen. <laughs> De scheet erop gemonteerd. Ja. Dat doet mij ook wel een beetje denken van. Ik wil dat jij nu komt zeggen dat ik geen wind gelaten ja, ja, heb. Ja, 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 dat is ge gewoon een thema dat bij Jan ja, de rap gewoon een keer voorkomt. kaka pipi humor een ja, beetje. Ja, ja. Ja. En hij zit daar onder tafel, echt lekker dat hij nu in de protput zit. Hè. Ik vind de muziek. Ja. Hierin vind ik echt geweldig. Zo die een switch, dan zo plots heb je zo'n duistere synthesizer. Ja, zo. ja. Je voelt echt alles zakken in, in die scène. Die camera gaat ook letterlijk uh, zakken, die, die muziek. Ay, dat is ja, geweldig. klopt allemaal, hè? Ja. Is gewoon, dat, het is ja. ook zo donker hè, onder die tafel. Alles is super donker ineens. <laughs> ah ja. ja, een klein detailje die we nu op het voorplan zien. Weer een slordigheid van de Vree, zult het zijn. Die zijn, zijn, kaartje, die zijn sleutel gewoon nog, op ja. zijn kaartje laat zitten. Ja, en hij is er nog niet waarschijnlijk, het is het begin nee. van de dag. Ja, hij moet nog toekomen, Dus In Ja, training. dan is niet de bedoeling dat die sleutel er al op zit, <laughs> <In> zijn. In training. <laughs> Close van de koffie, want Michel pakt twee tassen. Voor hem. En? Wat is er ook? Uh, uh, Guido? Frankie? Guido drinkt thee, hè. Zal ja, voor Frankie um, zijn, hè? ja Frankie zijn. En alleen wordt er onpasselijk van. Ik uh, denk dat hij gaat zeggen: Alsjeblieft, Frankie. Denk ik, ik kan weet het niet. Zit zo in mijn kop. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. De frisboom. Dit is precies de kerst, man. is ja, zijn baard. Ja, hij heeft zijn baard gekleurd, hè? Is dat niet de eerste scène dat we van hem zien met zijn gekleurde baard? Ehm. Um. Nee nee, 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 nee. Dat is een uh, de NV Dreadsol. Er is ja. al een hele aflevering tussen geweest. Dat, dat is in zijn bureau zeker. Dat ja, ik zo vraagt: heb jij een baard, baard, baard gekleurd? Ja. Of zo, ja. ja, ja, ja. Kleurspoeling. Zo, dat, ja, ja. Ja. ja, Shampoo, shampoo. Dat was... <laughs> Mijn uh, pak te mm. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen, Michel. Mag ik u vragen om niet meer in uw training naar het werk te komen? <laughs> ja, maar dat komt. Ik was bijna maat blijven slapen en. Geen uitleg nodig. Goedemorgen, Anita. Gewoon niet meer doen. Dank je wel. Ja, hij was bijna maat blijven slapen, ja. maar nu eh, ook het, weer he? omdat ik hier zit, vraag ik mij af. Allee, hij, is, hij had kleden aan. Hij is bijna maat ja. blijven slapen. En waarschijnlijk eh, heeft hij dan een trainingsbroek. Van die de maat Omdat hij, de... hij wil uitleggen waarom dat hij een trainingsbroek aan heeft. Ja. En ik vermoed dat, dat hij... Ja, maar waarom hij kon hij zijn eigen broek niet meer aan doen? Heeft, heeft hij gepist of zo? Het of... Hij moet, moet echt zoiets geweest zijn. <lacht> hij. Hij <lacht> moet, die broek moet echt vuil geweest zijn. Ja. En uh, ja, hij had een, broek, een andere broek nodig en hij zien dat hij niet thuis was. Hè, dat is de reden. Uh, ik vind dan... het jammer dat we dat niet oh. weten wat er met die broek... Uh... Dat dat maar maak misschien... maakt het ook erger, hè? waarom legde dat zo uit? Ja. Dat, dat, dat maakt niet uw. Wat, 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 uh... Je zegt dat je het beter gewoon alleen maar. Ja, sorry dan. Of zo. Ja, maar het is ook zo'n ethiek uh, dat het niet in je trainingsbroek mocht komen naar kantoor. Dus ja, maar uh... als u een baas u er dan op betrapt, dan gaat het toch niet zeggen van. Allee, je gaat toch dat verhaal niet proberen uit te leggen? Nee. ik wel denken, ik heb wel een heel grappige anekdote die echt daarbij aansluit. Dat was zo in corona, en uh, onze echt hoogste CEO had zo ene <laughs> keer tijd gemaakt. De Hasselbanks. De Hasselbanks, maar in ons geval is dat iemand uit Vlaanderen. Dus, ja, het is wel een internationaal bedrijf, maar onze hoofdstil zit mm -hmm. in Vlaanderen. Mm -hmm. En um, die had ene keer tijd gemaakt om zo, ja, pseudo-natuurlijk, maar het, was, het zat allemaal wel wat scriptachtig. Om via een Zoom-call, oh, het was een Teams-call, uh, een keer met ons groepje te baden, met onze 20, onze afdeling van ja, of 20 en nog een afdeling erbij, zo'n veertigtal man zat daarin, om zo een keer een klein beetje wat updates te geven van het bedrijf. Maar hij wilde echt zo de menselijke kant op gaan. Mm -hmm. Hij wilde hem echt van zijn menselijke kant tonen. En hij sprak een paar, op hij eindigde met zo pseudo-natuurlijk: ik ga gewoon uh, enkele namen kiezen, want je zag ze allemaal onze voornaam staan op onze schermpjes. Ik ga gewoon een paar voornamen geven en ik ga eventjes luisteren hoe het met je gaat. Zo. En uh, hij pikte er een paar namen uit, maar er was een van onze groep. Hij zei die een voornaam, maar wij wisten allemaal, in die een andere groep zat er ook iemand met die een voornaam. Het is de dienen, en het is afgesproken al en die weten dat hij hem gaat aanspreken en die heeft het misschien zelf voorbereid. Dat wisten we allemaal. Maar een Dienen wist het niet, een Dienen met die dezelfde naam van bij ons. En... Dat was al zo gênant, dat hij zo begon en dat al direct zag aan die, die CEO. Oké, okay, het is niet meer dat een ding hier begint te babbelen. Uh -huh. En dan werd, het nog, dan werd het pas erger. Want het vroeg van, eh, hoe staat het met corona en het duurt en al En een andere zei, ja, ik heb wel last wel, uh, van dat telewerken. Uh, oh, ik word nogal veel afgeleid door mijn Nintendo Switch. Oei, oei, oei. oei, oei. Dat moet je zeggen tegen de CEO. oei. Maar ik vind het wel vreemd hè? als ze hem was... allez, oprecht zou willen vragen hoe dat is met de werknemers, ja. dat dat dan blijkbaar voorbereid Ik oh, gevoelde dat toch een beetje ja. aan de twee namen ervoor die hij had aangesproken, ja. dat, hij helemaal, um, dat hij niet helemaal echt een naam erin ging uitpikken van iemand ja. die hij helemaal niet kende. Dat hij dat risico niet aan het nemen was. Ja. Ik was er heel gerust dat hij mijn naam niet ging zeggen. Dat hij wou niet laten opvallen dat hij niet alle mensen van zijn eigen bedrijf uh, ja. kent, waarschijnlijk. Hij wou, laten, hij wou doen alsof hij alle namen, alle mensen. Oh, nee, hij... nee, hij wou het laten overkomen like dat hij echt mensen aansprak die hij helemaal niet kende. Ah, maar ja, hij pikte zo. er heel duidelijk de die uit die hij wel kende. Ja, maar ja, een CEO, ik weet het niet, je wordt er niet verondersteld om, om te weten wie dat er in uw bedrijf. Ja, ook bij naam, ik... bij ons gaat dat wel echt over een paar duizend mensen. Nee? Ah ja, oké, okay, ja. Nee, nee. <laughs> Ja, en wat ik ook uh, wijs vond, is dat hij zo... goedemorgen Anita, daartussen. staat trouwens niet in het script. Dat ene zinnetje van goedemorgen Anita, dat ze zo voorbij loopt. Dat is wel iets leuks dat ze op het moment zelf hebben, uh, hebben uh, erbij gedaan. Omdat dat zo weer net ietsjes meer benadrukt dat Frederik niet nie zo vrij belangrijk is. Zo van... Ja, ja, dat gesprek is hier afgerond. Hè, voor dat te tonen. En... Uh, is ook al een eerste ding dat we zien uh, dat Michel zijn, zijn gezag aan het teruggrijpen is. Hè. Daar hangt een sticker van Radio Donna denk ik ja, in de achtergrond. Ja, <laughs> ja, ja die zijn, in, in beide seizoenen hebben ze die. die zijn mee verhuisd. Mm. omdat okay. zijn die decor's helemaal opnieuw moeten maken. Uh -huh. Maar die heeft uh, het overleefd. <truimert> Voor Free begint een dag niet goed. Hè. Ook weer die donkere synthesizer. Ja, ja, ja. En, en, en het zet hem over op alleen die we nu weer zien zitten onder die... Onder die uh, Met zijn, dat lijken zo... Ik, ik heb altijd gedacht is dat dat of of zoiets. maar het zijn zeepjes. Ja. Zeepjes, Eén voor elke dag ja. van de week of zoiets. Hé. Hé, Free. va? Kater. Oei. Ja, een kleine, maar het is er een, hier van achter. Gaan we een koffie hebben? Nee, nee. Is er iets? Nee, nee. Jawel, er is iets. Oh, oh. Er <laughs> is ook een, een nieuwe dynamiek tussen die twee dat we krijgen: hè, tussen Free en Liesje. Uh, we zagen daar juist ook dat, dat Liesje druk op haar gsm zat te kijken. Wat um, nu normaler is. Maar maar ja, toen... nu, nu weten we al waarom dat dat waarom is. Hij, he. Het is een speciale ja, dag voor haar. Waarom dat ze he. er zo opgetut een beetje. Allee, ja. nog beter uitziet ja. dan anders. <laughs> ja, en hij komt zo juist in zijn uh, laagste mogelijke. Uh, is binnen, in een training, training ja. Ja. maar een training hij heeft een trainingsbroek aan maar de rest niet ja. Dat is mij eigenlijk nog nooit opgevallen dat Liesje heeft zo hè, haar best gedaan vestimentair en free, in die aflevering totaal niet dat is mij eigenlijk nog niet uh... Ja dat benadrukken nadrukken. Allee, hij heeft een, een mooi hemdje een mooie trui het is gewoon zijn trainingsbroek eigenlijk maar ook toekomt, een beetje he. ik denk dat ze Thomas een beetje gekreukt hebben zijn kleren. Ja. Zijn, zijn... ja hij heeft duidelijk een zware nacht gehad Hij bij een maand blijven slapen een kater ja, dan Dat moest was geen, duidelijk een zware nacht. En als je geen verse broek meer had, dan was hij op dat blijven slapen, was ook niet het plan. Dus het is ook op het laatste zo. I, ja, maar alleen, ja, ik, 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 ik wil het weten eigenlijk, wat er daar gebeurd is. Ja. Ja, ja. wat beelden hadden we daar zo van? Van die leeftijd, die gasten, wat die deden. Ja, hij speelde in een band en zo, het zal een beetje. In die... Eh, Gewoon zuipen, hè? Ja, het zal zo <laughs> <geweest zijn. lacht> Nee, echt niet. Het is toch donderdag, hè? Vandaag. Het is vrijdag, vrij. Oh gelukkig nee. Ja. Oeh, een beetje giftig, een beetje nee. giftig. Het is vrijdag, vrij. Ja, dat was duidelijk. <laughs> oh, en daar begint er iets te dagen bij, de vrienden dus Ja, ja. Hij, hij beseft, ik heb het hier uh, opgefokt. Uh. Ja. Helemaal even, ja. En, en Linda komt nu ondertussen ook binnen. Ook opgetut trouwens. En uh, direct gelukkige verjaardag, hè? Dag. Oh. Liesje. Dank u, Linda. Oh. Zijn artisanalen van bij ons in de buurt en allemaal die dat nog zelf maakt? Allee, fantastisch. Sorry. Ik denk dat ik trouwens nu pas ook weer... Eh, zo was de moment dat ik pas hier besef. Linda is ook opgetut, maar bij haar is er eigenlijk niks speciaal. Voor haar is het gewoon een werkdag gelijk een ja. andere. Hè. Maar ik denk dat ze zich zo heeft opgetut, omdat ze in de vorige aflevering is toch wat closer geworden met Bucky. Hè. De aflevering daarvoor, want dat ging ook zij. Linda is... Denk ik de aflevering twee afleveringen daarvoor. Linda is twee afleveringen bijna onzichtbaar geweest. Ah, oké. Okay. de eerste twee afleveringen van het seizoen. Uh, well, ik, ik denk inderdaad. dat ze dus gewoon zijn aandacht ja. probeert te ja, 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 ja uh, zeker, zeker, zeker. Ja, ze dat ze hem probeert te verleiden. Hij heeft dus. daar wel gecharmeerd dat ja. je, met die lama in de hoogvlakte daar. De gewone hoogvlakte. <laughs> lama. En, <laughs> Hoor dit? Je mag dit? Lama. Sluurs, <laughs> En uh, <laughs> ja, ze heeft toch al een paar dingetjes gedaan om maar zo subtiel wat te charmeren. En zo, en Manipuleren, hé, dat is heel dat duidelijk idee, he, dat ja. hij haar uh, wil aan zijn ja. kant uh, krijgen. Ja. En ook liesje, dat is ook leuk. Ze, ze reageert ja. zo iets te blij met, met, met dat cadeautje van Linda. Puur om te, of aan Frederik te tonen. Van, waarom zeg ja, ik ja, 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 hem. Buitensluiten, echt. Ja. Ik zeg niet altijd Frederik, eh, omdat Michel een keer Frederik heeft. Hij zegt Frederik, dan nog in het Frans. Dat is zo formeel. Ja. Zeggen ze soms Caroline? Nee. Hij uh, mee, ja, jawel. Dat is het Frans. En, en dan, ja, als je een rollende. Mijn, mijn vriend Hollanders heeft een zijn... rollende R, dus die gaat altijd uh, Caroline zeggen, hè, met een rollende R. Ja, Wat ik ja. trouwens heel mooi vind ook. Ja. Spreekt hij eigenlijk met een rollende R? Ik heb er nog niet opgepakt. Ik heb een vreeswaar gans. is daar rollende ja. R beneden. Ja, jawel, jawel, jawel. Dat is een heug r nee? Ah, zo. Ik ben geen logopedist, ik ken het verschil niet, maar voor mij heb je maar twee R'en eigenlijk. Gelijk dat ik het doe, of. Rrrr. Zo. Ja. Allee. Ja, ik heb de meest primitieve. Brigitte van Mol. <laughs> en hoe spreekt hij? Met een rollende R. Oh, ja. 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 Maar ja. ik. Ja. Je doet mij nu pas beseffen dat er waarschijnlijk een spectrum is ja, ja. aan huig-R'en en Franse-R'en en ronde Franse ren ja. ja. ja, nou, Maar mensen het. van Gent hebben, hebben dat wel. Ja, dat is een heel primitieve. Dat is rol, een die r in. R ja. Hoe r ja. maat. Ja, ja, ja. ja om, om, om een beetje het moderne Gent na te doen, moet je eigenlijk maar twee dingen doen, dat is... Uh, je mag eigenlijk de medeklinkers mag je redelijk dicht tegen AN... De klinkers moeten je redelijk dicht tegen AN laten. En de, alle medeklinkers moeten gewoon bijna als punt uitspreken. En dan krijg je sowieso <laughs> al... Dat klinkt al Gent, staan. <laughs> um, nu zei jij precies iets van bellen Dat is zo een, een Die kan het ook. Dat is, ja? uh, yeah. Weet je wie ik bedoel? Natuurlijk. Ja, ja, dat, uh, dat, <laughs> dat is van uh, Arjen in Moskou. <laughs> hè. Dat is, uh, die ik bijna even goed van buiten ken, gelijk uh, Dat Keiland. is echt gewoon een perfecte imitatie, eigenlijk. Ja, ik vond wel, ja, die zal van niet ver van uh, mijn <laughs> ding weg zijn. Uh, uh, ja, wacht, wat zegt ze? De mens is altijd sterker dan dat hij zelf bijst. Alleen maar die. Moet je niet laten doen? Moet er ze niet zitten taal? <tie> oh, ja, dat is het sekste daar. Hè. Ze zitten erin in de postcontrole. Een geniale film, hè? Zee, ja, Ik film, heb vandaag uh, nog het woord schamelijk gebruikt. Ja, en hier is het schaamlijk, hè? eerlijk. Uh, um, e <tie> oh ja. Eert uw gelijk? Ja, ja dat kun je kunt hetzelfde dat gedichtje doen over schaamleek. Ja? Schaamt u Nee, dat gaat niet. <laughs> um. Uh, ja, Frey <hate> heeft dus, heeft dus uh, spijt nu. Mm het -hmm. is toch, op het moment dat hij zegt, ik bijs, het, moment dat hij zegt, het is toch donderdag? Nee, Frey, het is vrijdag. Ja. Ik denk dat hij dan al weet dat het vrijdag is. Op het moment dat hij zegt, het ja, is toch ja, donderdag, ja. ja. is... Hij hoopt gewoon dat het echt niet al vrijdag is hij hoopt om, om nog haar heel verjaardag even, ja. oh, Nu heb ik al gespoiled. <hate> ja. Nee, hij had zelf niet aan gedacht dat het zijn verjaardag was, bezig. Oké, okay, verjaardag, <tied noise> ah ja, Nu begint voor Alain de spanning, want nu gaan ze echt gaan zitten. Tot nu toe konden we nog hopen dat ze nog weg gingen gaan. Hij uh, is omsingeld, hè? Ja. Goedemorgen. Jullie magen verjaardag, Keesje. Dank je, Guido. Hij geeft zelf zijn kusjes terwijl het ter stront riekt. Uh, ja, ik, ik geloof, heb ik dat nu ooit eens letterlijk gehoord? Ik denk om die rol aan te nemen. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij zei: Ik doe gewoon altijd alsof ik strontriek. Ja, heel ja, die ja. tijd. Hij doet dat, ja. ja, ja? Uh, maar ik vind dat trouwens heel natuurlijk uh, dat Guido haar verjaardag weet. Ik vind dat niet klopt met dat personage. Ah, in, hij wist zelf niet ja. dat, dat Linda gescheiden was. Was het, hij gaat weten dat, dat, wanneer dat verjaardag is? Dus Misschien krijgt hij uh, meldingen of zo in, in zijn um, database op zijn computer of zo. Guido, nee, ik vind het niet. Oftewel heeft hij het gewoon gehoord, heeft hij het nu zien gebeuren, dat Linda toekomt en heeft hij er gewoon als aan. Heb jij eigenlijk een, een lijstje met dingen die je wilt vragen aan uh, Jan Elen? Want ik denk dat je daar al een mooi lijstje zou dit? hebben. Dit. Uh, ja, ik, ik, ik hou ik het een beetje bij, maar ik hou het wel niet goed genoeg bij like dat hij zelf wilt. Maar... Ja. niet goed genoeg, nee? Zat nee. hij het nog gedetailleerder, uh, ja. of nog meer vragen, of? Uh... Well, hij heeft de na de vorige aflevering heeft hij wel duidelijk gemaakt dat soort vragen vind ik leuk en dat soort vragen. Ah, uh, okay. uh, dat soort vragen zijn goed voor uw podcast en dat soort vragen niet. Ah, ja. En uh, dat is inderdaad een vraag die ik moest. Uh, dat soort details. Uh, niet of wel. Wel, wel. Ah, Waarom dan, doet dat personage dan daar? Want uh... ik vind dat nogal random yeah. en ik zie dat niet in het verhaal passen. Dat soort vragen. Uh, en wat, wat is een voorbeeld van een? ...die jij niet, allee, niet ja, relevant vindt? Ja, maar ik heb die vind. niet gesteld. Dus ik kan die nu hier ook niet stellen. Ah, maar je zegt van... Hij heeft duidelijk gezegd ah, dat ja. soort vragen wel... ...en dat soort uh, vragen niet. Vooral niet uh, vragen die meer naar zijn persoon toe gaan... ...en ah, bijna ja, niet al niets meer te maken hebben ook met het eiland. Ook niet privé Ja, dat is wel nee, logisch, denk niet. ik. Ja, het gaat uh, over zijn werk, hè. Ja, dat, is ook het, het, allee, dat is ook het leuke aan, aan deze podcast natuurlijk maken... Ik mag me permitteren om zo gefocust te zijn op het Thailand, dat dat nooit erg is dat ik al de rest niet weet. Mm, ja. <laughs> of dat ik aan al de rest. Allez, als ik het wil, doe ik het wel en ben ik wel een beetje uh, geïnformeerd en gedocumenteerd en zo. Maar uh, belangrijk is om het vanuit Van van eiland erover te spreken. Sommige dingen vinden ze wel niet zo leuk, heb ik ook gemerkt. Want nu merk ik pas, Mieke de Grote vond dat niet tof. Uh, Alleen niet tof. Ze liet dat ze gelijk toch merken. Um, als ik, ik ga beginnen linken leggen tussen Sonja en andere personages die ze gespeeld heeft. Ja, dat is logisch ook, denk ik. Hè? Ja, maar voor mij wel. Voor mij, allez, voor mij is dat wel tof. Um, ja, maar ik, ik kan dat wel. Ik ben, ik ben geen actrice of zo, maar ik kan me wel goed voorstellen. Ik, ik kan misschien analo analogie leggen met mijn werk. Um, ja. Je wilt wel dat mensen u, uw werk appreciëren, of dat ze u willen voor een bepaald uh, iets, maar je wilt. Um, je wilt ook wel horen dat je best wel verschillende rollen kunt aannemen ofzo? Of, of, um... Ja, ja, ja. Allee, dat, dat is moeilijk om uit te leggen. Hè. Je wilt eigenlijk een rode draad leggen in heel je werk, maar bij acteren is dat misschien, dat is misschien anders. Ik mag het misschien niet te veel vergelijken. Ja, ik zie je wou, Er is wel een gelijkenis te trekken, want je maakt dus uh, ja, visueel. Allee, die het zeggen, ja, visuele kunst ja. he, in, in, in een redelijk ruime. Uh... Ja, een acteur is ook visueel ja. bezig. Ja. En uh, als ik ga zeggen, ja, dat is, ik vind dit goed, en dan iets dat je met een heel ander gemoedstoestand en met een heel andere bedoeling hebt gemaakt, en dat je dan gaat zeggen, ja, je ziet, ziet dat bijna hetzelfde is gelijk, en dan vergelijken met een andere illustratie van u of zo, die. die ik denk ook dat elke kunstenaar, dat ik, ik, ik noem acteurs ook kunstenaars, ik denk dat elke kunstenaar wilt horen van. Jij maakt keer op keer iets, iets uniek. Hè. Ja. Elke keer vindt jij jezelf eigenlijk opnieuw uit of zo. Ik denk, denk dat dat een groot compliment is. En, en, en als je zegt van ik herken Sonja in al uw rollen, dan denk ik dat je eigenlijk ja, dus het omgekeerde gaat nee. zeggen. Moest dat, moest dat allemaal van vlees en bloed? Nee, sorry, het eiland uh, zijn. Dan is dat logisch. Maar, maar als al die series los te staan van elkaar, misschien zelfs met andere regisseurs, dan snap ik wel dat dat misschien. Ja, ik, ik zeg het, ik zie een Sien Eggers soms ook nog. Protu of, of andere rollen die ze gespeeld heeft. Maar dan weet ik dat zit gewoon in mijn hoofd. Ja. Omdat ik haar ja. onder andere daarvan ken. En ze heeft een bepaalde uitspraak. Hè, of een, elke acteur heeft een bepaalde mimiek, een bepaalde uitspraak. Maar ik, ik weet wel nog dat dat zo wat... Allee, dat is gewoon het werk dat automatisch in je hoofd gebeurt, denk ja. ik. Maar ik vind dat bij Sineggers nu al juist nog goed meevallen, dat, omdat dat die, die praat wel. gewoon altijd een beetje ja. zo? Nee, ze heeft er twee. Ze heeft, zo, ze heeft een knertse... Zo een, hoe zeg je dat? Zo'n wat in haar. Nee, alleen hoe moet dat zijn? Dat ze wat, wat schorder en zo is. Zo, het stermtje, wat is het meest uitgesproken, gebruikte in de Gloria bij die mama? Um, Daar is het echt zo. Zit het zo diep, hè, zo diep. Ze heeft dan, die, de mama van de BV altijd. De mama van, zo. nee, 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 de mama van mijn zoon Luc. Mijn zoon ah Luc. ja, die. Ja. De, Luc, ja, maar allee, die, die praat ja, toch ja, redelijk dat hoog altijd. Omhoog, ja. Ja. Ja, ja hij kan hij heeft dus ah, ja, is het ook. nee nee, nee die zoekt eigenlijk lager. een vrouw die diep genoeg is of, of wat is dat bij die diensten zoals schoorden zo ja ja nee ik zou het nog eens moeten herbekijken. Maar het andere uiterste is dat ze inderdaad soms vrij hoog zo gaat en dan uh... ze, is, ze, is, ze is gewoon heel goed in, in zo verwonderd zijn vind ik ja ja en, en zo um, ja die is gewoon heel goed hè ja punt <laughs> Ja, maar op dat gebied, ik weet dat Jan Eelen vindt dan ook niet zo tof van over dat Jan elen universum te gaan praten. Veel mensen zeggen dat dat bestaat, maar um, voor hem is dat ook bewust niet. Ah, ja, ja. Uh, maar Voor hem zijn in de Gloria en in Thailand Eiland, spelen ze ja, ook niet echt. Ik merk vaak dat er echt wel een discrepantie is tussen hoe, hoe dat je je werk maakt, hoe dat je wilt dat mensen u zien, en, en hoe dat mensen u effectief. Waarnemen dus dat is wel leuk om dat te herkennen, dat dat bij hem dan blijkbaar ja. ook wel ja. zo'n beetje is. Want er is overlap, er zijn veel overlappen van namen. Ik heb hebt bijvoorbeeld, blijf de luisteraar, sorry ik weet uw naam niet meer, mij gestuurd, maar Temder mij dan nogal gestuurd, dat er verschillende dingen terugkomen. Bijvoorbeeld je hebt Carla Kaka, ja? maar je hebt dan in, in de Gloria de Carla Charisma. Ah, dat wist ik niet, ja, ja oké. Okay. Bij het Vlaams Blok daar. Ja. En dan heb je Ronnie Ramon. Ja. In zijn rolstoel. En je hebt in, uh, ook bij het Vlaams Blok dan, in, uh, in, in de Gloria, heb je Ronnie Romain. Ja. En dat ja, dat, dat zou misschien op onbewust elkaar. zijn dan. Ja, dat is onbewust. Maar dat is, voor Jan-Eel zijn dat echt twee verschillende dingen. Ja, ja, ja. En dat zijn dan dingen dat wij denken, oh, dat is Espresso. Dat, mm -hmm. dat, dat is dat universum dan. Mm -hmm. um, maar ja, dat hij dan de ramsbeek gebruikt, vind ik dan wel. Ja, dat is moeilijk. Hè. Ik zou denken. Uh, ik zeg het. Je hebt, eender welke kunstenaar. Ja, ik denk dat je een regisseur ook wel uh, een kunstenaar kunt noemen. Ik denk dat je dat juist wilt, hè, dat bepaalde mensen je voor bepaalde dingen alleen maar met u willen samenwerken. Specifiek met u, jou, voor uw stijl, voor je universum dan inderdaad. Um, maar ja, ik, ik zou ook niet goed weten waarom dat je dat eigenlijk juist niet wilt. Ook, misschien weer wat ik er net zei: van uh, een acteur wilt kunnen verschillende rollen kunnen oh, ja. doen en en, ja. Ja, oké. Maar, en en juist daardoor natuurlijk ik zit nu ik zit heel op streams toevallig te kijken naar uh, Geldwolven. ja dus je zit ook mee dus, ja, ja. Hoef, ik er, hoef ik er al op alleen moeten pezen um, nee. eigenlijk nog ja valt mee valt mee ja, dat is het is dezelfde acteur maar sommige momentjes is het, het, is het ziet er ook wel een beetje anders uit hè? dat helpt ook wel ik geef dus een voorbeeld ja, zo'n ja, de momentjes dat hij onzeker. Dat, dat personage, ondertussen, hoeveel afleveringen hebben we verder? Nou. Dus, dus Tom van Dijk speelt daar dus de ja, ja. hoofdrol. Hè. En um, zijn personage, iedere aflevering krijgt hij een nieuwe attitude. Want hij is echt zoekende in het leven. Hè. Ja. Dus, dus het begint met zijn leven, die een, beetje een paar belangrijke houvasten vallen weg. En hij gaat dan gaan zoeken van hoe ga ik anders omgaan met mijn leven. En hij gooit echt dingen overboord. En dan ziet hij hem per aflevering bijna een attitude aannemen, maar dat iedere keer met diezelfde onzekerheid die je bij Alain ook ziet op de werkvloer, van, ah, ja. oh, moet ik het misschien zo doen? Zo. De Alain is wel nog, nog veel donkerder, denk ik. Um, in in Geldwolven, maar ja, pas op, nog niet iedereen heeft dat gezien, dus ik mag nee, niet, niet spoilen nee. hè. Ik kan eigenlijk niet te veel vertellen dan. Maar ik vind, dan wel, ik vind Alain wel een pak donkerder. Um. Donkerder? Ja, gewoon in... in die, uh, dat personage in Geldwolf, Mama, ik ben even zijn naam kwijt. Dus Luc, nee. Luc, ja. Frank, Frank. Uh, Luc of Frank, zo'n generische ja. eh, Vlaamse naam. Sorry aan alle Lux en Franken. Hm. <laughs> um, maar hij, hij heeft zo ietske meer. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat hij iets rustiger is of zo van aard. Ook wel niet super gelukkig, maar de Allei is echt. Die is blijven plakken in, in de jaren tachtig. Ja, 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 het is ook, uh, ook een van de belangrijke elementen is ook in het Thailand is dan een personage dat niet zo centraal staat. Gelijkt. Dat personage in Geldwolven, die die Luc of Frank dan. Hè, mm. um, ik, ik denk dat die, die kan ook wel zo wat verdrietig en onzeker zijn. maar die gaat wel sneller vooruit in, in het leven, vind ik. Of, dat is een beetje mijn indruk. Die, die heeft zo wel wat Alleen in zich. maar die gaat uiteindelijk wel sneller vooruit. En Alleen blijft gewoon altijd in het verleden plakken. Ja, ik, denk, ik, ik weet niet of Tom van Dijk dat eigenlijk ook leuk vindt. Tom, dan... Ik denk niet dat dat de bedoeling nee. is dat je altijd blijft vergelijken nee. met, met Alleen. Ik weet het ik, Ondertussen ben ik daar wel al uh, in het potpot um, Maar ja, het, het is wel het zo, ze zijn, ze zijn allebei, allebei een beetje onzeker. En Alleen, mm. veel meer nog, vind ik zelf. Maar, ja. maar um, voor de rest is dat voor mij ook wel de enige gelijkenis tussen die twee personages. Ja, want het is dus zo in die kleine dingen, hoe dat hij ja. dingen oplost, hoe dat het speelt. Dat ik ja. zeg, ja, nou alleen zit dan zo. Maar dat is overdreven. Ja, dat is gewoon veel te veel door een U, eiland uw naar alles je brein wil dat eigenlijk een beetje. Ik denk dat ja, het ja, thuis ja, is. Ja, Je brein wil eigenlijk gewoon nog, nog eens een vervolg zien op het eiland of forever. En ik denk dat je dat dan zo boetseert in je hoofd dat je dat in andere series terugziet. ziet. Wat ook wel ook uh, met dat personage. Ja heel kort nog deze sidetrack. Uh, uh, maar ik weet niet, is hij ook fan van de van de films, of niet? Uh, goh, dat, dat is niet, niet bepaald. Ik heb ze gezien lang, lang geleden. Oh, ja. Ik was ook nog redelijk klein denk ik toen dat die uitkwam, alleen klein tien of zo. Ik denk dat ik juist een tiener was. Um, ik vond ze wel eigenlijk meer eng dan grappig om, om eerlijk te zijn. Oh, ja. Of misschien ben ik gewoon een woessie, dat kan ook. Um, ja, ik weet niet, v vertel ja. maar. Ik ben benieuwd nee, wat nou, je erover te vertellen hebt. Dat is ook een serie, zeker niet zo ver, Thailand, like Thailand, maar dat is ook een serie die ik leuk vind om de details te analyseren. Ja, ah, je bedoelt niet de films. Ah, nee, nee, de film, films? ja, sorry, de films, maar het ja. zijn er ondertussen ja. vijf en er komen dan een zesde. dus ja, 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 ja. je kunt dat ook best een serie Een noemen. franchise. Nee, ja, 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 zo. Um, maar ja, ik vind gewoon in Geldwoven dat dat personage van toen van Dijk ook wat Dewey-tracks gezien hmm. En ja. Ja, dat, dat, daar kan maar ik zo, niet over uh, nee. meepraten. Uh, Oké, okay, maar dan gaan we een keer terug hmm. naar Guido. Guido uh, heeft er toch aan gedacht dat, uh, dat Liesje naar verjaardag is. Hebben jullie Alain niet gezien? Nee, hè? Nee, ik dacht dat hij hier was. Nee, niet gezien. Dat is het ze doen we nog even een white shot wat dat hem ziet zitten. Hè. Ja. Ze zitten, zitten, zitten. Geniaal. Echt, op die manier, gelijk dat hij daar nu bang onder tafel zit. Zo hij, hij heeft zoiets, hij, hij wil hij op dat moment, hij wil er van onder komen. Je ziet dat gewoon. Hè, ja, hij dat, dat, dat hij niet zei, ja Hij, hij niet. twijfelt van, oké, okay, nu is eigenlijk mijn kans. Om, maar het is gewoon te, ah, ja, te al fout heen? als ik er nu van onder kom. Ah, ja. <laughs> Waar zit Alain? dat is u dus, zeggen? Uh, hier. Je ziet hem zo wiebelen. Hè. Volgens mij wil hij er echt op dat moment van onderuit komen een reflex zo. Ja. Maar <laughs> ja, maar je zit daar al sinds even bang onder tafel. Ik hoor dat mijn kat soms onder tafel komt. Ik <laughs> las er te veel volk in huis. Oh, stom. Moet oh, ik eens naar het magazijn? Sorry, Alice. Het is niks te veel. Het is niks, het zal wel dat niks is. Ja, je ziet dat, dat dat eigenlijk wel iets is. Dat dat wel een probleem is. Nou, een blik, ja, dat doet goed, hè? Mhm. Mm <laughs> nu, nu ziet je alleen opzij kijken en heel hard verschieten. Ik vind dat gebaar dat hij doet met zijn hand dat is ook wel grappig. Hè? Zo echt zijn hand voor zijn mond: van Oh, nu heb ik echt iets gezien dat ik niet mag zien. Ja, ja want nu, nu is het nog zoveel. Ah ja, ja want tot nu toe had hij dan nog niet gezien. Wat er, whatever dat er te zien is bij Linda. Uh -huh. maar nu, ja, nu is het nog erger natuurlijk om eruit te komen. Uh -huh. Michelle, je kunt dat niet geloven. Hoe beschaamd dat ik ben dat ik Leslie heb laten sterren. Oké, okay, het eerste moment dat we toch terugkijken naar de vorige aflevering. Tot nu toe, um, eigenlijk hadden we nog niet... ...werden we nog niet geconfronteerd met hoe dat de laatste aflevering afgelopen is. Um, en nu komen we toch nog een keer terug. Ja. En, eh, waaruit ook, ook uit dit, het feit dat ze nu samen zitten, Frankie en Michel. Dus ik vroeg dat juist voor wie zijn de twee koffies, nu weten we het natuurlijk. Ja. Um, maar we, zien, we gaan hier nu al echt een heel schoon uh, machtsspel zien afspelen. Mm. Ondanks dat het er een heel persoonlijk gesprek uitziet onder vrienden. Oh, een machtsspel. Ja. Dat is niet nodig, Frankie. Dat is jawel. Dan kunt u mij nu ooit nog vertrouwen. Like, eigenlijk toont, toont, toont Franky zich ook sterk, omdat hij ja, over zijn emoties praat. Hè, over spijt betuigen, dan maakt u altijd ook een beetje sterker in de ja. situatie. Ook al zit je op dat moment, like, uh, zeker voor zijn aandoeningen, heel ineengedoken, met je hoofd naar beneden, de, de macht te geven aan, aan Michel: van please, uh, vergeef mij. Toch hij, opent hij iets wat Michel niet wil, want Michel denkt vooruit. Michel zegt: Ik zeg gewoon tegen Free, um, Gewoon de volgende keer niet meer doen. Eh. Ik ben niet kwaad. Eh. Voelt u me niet slecht? Allee, voelt u me wel slecht, maar eh. het is niet omdat ik boos ben. En uh, hij gaat er zo vlot door. En uh, eigenlijk, zo'n emotioneel ding, dat staat ook in Michel zijn weg. Dus Michel is nu gewoon aan het denken: hoe ga ik dat zo rap mogelijk? Mm -hmm. Ja. Ja. Hoe is het met Sonja? Goed, Frankie, het is allemaal zo erg niet. Dat is gewoon waar, hè. het grappige is gewoon dat ja, dat is eigenlijk Michel zijn beest of experiment. denk vooral van Sonja. En hij is eigenlijk de enigste die het er eigenlijk niet om geeft. Hè. En al de rest, ja. alleen, vooral Frankie dan wel, terwijl dat is eigenlijk niet van hem. Hè. Ja. Zij heeft me gezegd tegen u te zeggen dat u niks te verwijten hebt en dat u niks in uw hoofd moest steken. Heeft ze dat gezegd? Oh, zo'n sterke terugvraag. Hij wordt eerst, hij wordt twee seconden echt blij. En ja, eigenlijk weet, weet het Franky ook wel dat dat helemaal niet waar is. Wat was. Dat ik altijd een beetje raar gevonden heb, is dat... Um, wat er nu gaat komen, dat weet ik al. Michel gaat zo zeggen, uh, ja... Zo, die ui vind ik raar. Dat is precies of dat hij eigenlijk aan het liegen is. Maar hij is aan het liegen. Ja, oké. Okay. Dan is het, is het in die ui, wordt het voor mij echt duidelijk. Ja. Hij, hij twijfelt gelijk zo precies van ja, zou ik het nu opbiechten? Hè? Dat, dat, dat Sonja al helemaal niet gezegd heeft. Uh, dat ik daar even nu verzonnen ja, heb. Ja, die, die hebben het niet rusten. over Franky gehad. Die hebben misschien twee seconden gezegd: Oh, Franky ja. zat er ook mee. In, maar ja. Oh, ja. Maar kijk, hij wordt er zo even blij van. Uh -huh. Maar ja, hij verraadt hem, hè, Michel? Uh, ja. <laughs> en dat we allemaal moesten proberen er sterkte uit te halen, anders is Leslie voor niks gestorven. Zo rap mogelijk, ja, zo'n beetje. Ja, hij doet natuurlijk vrij strategisch. Hè. Hij leeft een beetje mee met, uh, ja, met die tristesse, maar hij probeert zo rap mogelijk Een schwung te geven van, om te kunnen zijn en nu aan het werken. Ja. Dat zijn schoonwoorden. Ja. En daarom Ik weet dat het goed verlopen is Maar ik zou de trivial time willen afschaffen Baf oh. Oh. Ja, ja, strategisch vrij goed gezien hè. Want hij kan nu eindelijk afschaffen Want hij weet dat Guido er niet gelukkig mee is Hij weet dat het ooit nog veel erger kan gaan uh, Ja, hij pakt zijn moment, hè. momenten, Het moment dat dat Frankie kneedbaar is, dat ja. ik het maar noemen. Ja. Hè? Om dat even eh, er door te duwen. zo. Ja, inderdaad. Je ziet binnenkomen bij, bij, bij Frankie, <laughs> ja, Weet weten dat er extreem veel bloepers voor zijn, daar moet je even niet bij denken. Hè? Uh, ik heb alle bloepers wel gezien, ik kan het mij nu niet direct herinneren, maar er zal inderdaad wel een blooper of vijf. <laughs> ja. Ja, zo dicht, ze zitten nooit ook fietsjes te dicht bij elkaar. Hè? Ja. Echt waar, Michel? Ja. Ja. <laughs> ik ken er mij inderdaad in een blooper dat de, de camera zo terug naar Michel gaat en dat hem dan zo vijf keer of zo de slappe lach krijgt. Ja. Dat, heb ik, dat heb ik gezien. Hè. Ja, ben die. Ja, mocht dat rijden niet te veel bijdenken. Mm -hmm. hè? Oh, het komt binnen, een man. Ik vind dat juist geweldig om dat wel omdat er wel bij te denken. Je ja. hebt zo het gevoel, je hebt de hele tijd het gevoel dat het hem terug in, in de lach gaat schieten. Hij is hey, er ja. zo op aan het wachten. Zo. Ja, als je het te stil zegt, dan kan het twee kanten op gaan. Jij uh -huh. weet het best. Oh, je... Ik vind dat je eigenlijk zelfs een beetje de spanning voelt. Hè. Ze, moeten alle, ze moeten alle twee recht in mekaars ogen kijken. En even stil zijn ook. En ik denk dat dat dan wel begint te kriebelen. Ik denk dat je dan echt, als je zo echt in elkaars ogen moet kijken, dat je vrij hard je best moet doen, dat dat een soort wedstrijd is. Hè, van, oké, okay, we spreken af. Jij gaat niet beginnen lachen en ik ga ook niet beginnen lachen. Maar ik denk dat dat wel heel... Ja, ik kan ook niet acteren, hè, dus... Dus, uh, dus inderdaad, het gaat ook over niets, hè. Allee... Als je, moet, als je moet inleven in wat er effectief gebeurt, is, is het nog moeilijker. Als je beseft, we zijn hier aan het rouwen over, over een Furby eigenlijk, dan, ja, dan worden, ja, denk ik, heel snel. <laughs> ja. En, eh, ja, maar alleszins, even erdoor. Kijk, en, en nu zien we de macht naar Michel gaan, hè, want, want Frank die neemt gewoon aan. Hè. Dus het heeft toch gewoon, hij durft zijn respect niet, niet los te laten voor Michelle. Hij wil dat beeld dat hij van Michelle heeft, die eigenlijk gewoon, licht over, ja, die gewoon zijn vrouw erbij had en erover ligt, dat dus is als smerig, maar ja. hij durft dat beeld dat dat niet zo is, niet, niet laten vallen. Simon. Waarom? Gewoon. Voor de mens die jij bent. Jij ook, Frank. En zou je die rouwband nog willen afdoen? Tuurlijk, Michelle. Voor Leslie. <laughs> Bam! Ik denk dat hem daar ondertussen al wel wist dat dat voor Leslie was. Ja. ja, maar dat, dat is juist weer dat machtspel dat er aan het spelen is. Dus uh, Michel pakt alle, alles. Ja, Franky zit daar in, in verdriet, heeft spijt, hè, wil wat goed maken. Dus uh, Michel kan het pakken. Hey, Franky, zo gaat het goed maken door die triviaal te stoppen en door die rouwband hier te geven. En dan op het laatste moment maakt Frankie er toch iets plechtig van. Door, um, door dan zo'n kus te geven op die band en door juist iets, nog een keer die, die band extra lading te geven. Dus hij trekt het toch weer naar ruimte. Het is dat ik zeg: ze, ah, het, het, zo, zo de trots van beide heren druipt eraf dat ze proberen te. Mm -hmm. te ja. Ja, het is, ik moest er natuurlijk nog een keer op terugdenken, nu met uh, voetbal in Qatar, met de uh, One Love bandjes die dan niet mochten gedragen worden, waardoor de uh, mensen die ze dan toch wel droegen nog trotser waren dat ze ze droegen. Waardoor dat er van... En dan die die het dan toch konden verbieden, waren dan toch weer vieren dat ze het konden verbieden. Mm. Mm. Dus los van de betekenis van die ding was dat dan ook weer langs beide kanten een soort van... Ah ja, kijk, ik heb de macht naar mij. Ik heb mm. de macht naar mij. En dat zie je hier net hetzelfde gebeuren met ook zo'n bandje. Je hebt dat in de politiek ook vaak, hè. Dat ze... Ja. Um, ze doen vaak um, een uitspraak die moet lijken alsof dat, dat zo per ongeluk, is als... als een soort snel eruit geflapt per ongeluk, was ja. niet de bedoeling. Maar dan krijgen ze heel veel tegenstand, van rechts of van links. En um, dan krijg, allee, gebruiken ze eigenlijk die tegenstand om nog maar eens te benadrukken van kijk, ik mag hier echt niks zeggen, ja, ja, ja. want ik word zodanig... Allee, ze, ze, maken eigenlijk gewoon, ze gebruiken in principe slechte reclame, is, is ook reclame, of ja. misschien zelfs nog beter dan goede ja. reclame. Ja, zeker. Dat is een geuzen, een, een geuzen uh, gedrag, hè, dat je dat kunt noemen. Want dat was ook ja, een geus was toch iets slecht, en dat werd dan uiteindelijk een held. En ja. Dat is een beetje hetzelfde wat je wat hier hebt. Hmm. Um, ja, alleszins, uh, ja zo eindig te zijn, neem het voor lief, en neem het voor lief, hè, Michel. Maar Michel zit eigenlijk ook al blijkbaar met zijn gedachten elders, want er is daar van alles aan het gebeuren en hij, aan die eiland. Loopt daar namelijk iemand die we nog niet hebben gehoord, loopt daar ook heel tijd rond, de Sammy. Guido, is alleen er niet. Nee Sammy, en ik weet niet waar hij is. Is het misschien op het toilet? Dat weet ik niet Sami, zou ik kunnen. Of zit hem man tafel? Wacht, ik zal eens kijken. Dat kan natuurlijk niet. Leuk, ja, dat is vreestig, hè. Dat hij dan zo. Dat kan natuurlijk niet. Zegt. Ja, en het is wel zo, ja. Gewoon ja. een andere tafel. Kijk, stel dat hij. Je zit dat dan toch even te denken. Stel dat Guido nog, nog bij, bij Liesje stond op het moment dat hij die kus gaf en gelukkig verder zei en Sammy was gekomen. Dan had Sammy effectief gezegd: hij zit onder tafel, kan niet. En dan had hij gekeken en hij zat er wel. In deze scène zie je ook nog eens extra hard hoe dat niemand eigenlijk van Sammy iets moet weten. Hè. Als hij een ja. vraag stelt, die wordt niet beantwoord en, en hij wordt gewoon echt redelijk hard gepest. En ik heb onlangs um, op Twitter nog iets voorgehad dat ik nog eens, ik had nog eens gepost van het, het eiland, hè, geweldig of zo. Ja? Zoiets, oh. iets. iets ja, een, een, dat ik af en toe wel eens doe, en als ik terug herinnerd word aan het bestaan van die reeks, dat ik er zo over tweet, van, nee. weet ik veel, wie dat dan nog niet gezien heeft, nu doen, uh, je bent twintig jaar te laat. En, uh, en dan kwam er iemand zeggen van, um, ja, qua pestgedrag kan dat anders wel tellen, hè. Maar dat was echt serieus en gemeend bedoeld. Ja. En ik dacht, oh my god, want ik ben zelf ook gepest vroeger, maar ik heb dat nooit bekeken van... Op die manier, ja, van, um, dat dat misschien echt wel... Ik vind, als je het op die manier bekijkt, dan zijn je echt te ver aan het zoeken en, en dan mist je compleet de context, denk ik. Want in die end, de pesters hier, hè, Guido en Michel, en, en, dat zijn eigenlijk de meest zielige figuren van, van heel die vloer. Dus... Ja. Allee, ja, dat, dat is dat iets waarmee aan het, het denken heeft het gezet. Het zet inderdaad wel aan tot denken. En het, is, het is inderdaad. Op sommige momenten lacht je en denkt je: oh ja, maar ik lach nu mee met de pester. Dus ja, het, um, het, het komt wel voor. Het is soms ook pijnlijk. Hè. Ja, uh, maar ik vind als je het. In die context, allez, context is enorm belangrijk. Hè. Um, maar bon, dat is bijna een politieke discussie eigenlijk. <laughs> ja, dat, 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 dat er mensen zijn die om persoonlijke redenen hier niet naar kunnen kijken, kan, kan ik wel ergens eh, tot een tot, tot, uh, bepaalde hoogte begrijpen. Zo. Als je dat, zwaar gepest hebt, uh, ik ben gepest yeah. geweest op school, dit is nu een werkvloer, misschien is dat dan anders. Moest ik zwaar gepest zijn geweest op, op een werkvloer, uh, ja. Maar ik vind het gewoon jammer, Allee, dat is bijna mij beschuldigen dat je dat doet. Hè. Mij beschuldigen ah, ja, van dat, dat ik pesten zou, ah, ja. peste zou, zou aanmoedigen, eigenlijk. Dat is wat ik daar dan uit opmaak. Waar ik natuurlijk totaal niet bedoel. Ja, nee, ja dat echt pesten... Ik denk in vind dit vind geval, niet. de pestkoppen zijn zelf ook gewoon super zielig. En dan werkt het. Maar dat is ook altijd niet, ook denk zo. Ik. Uh, ik vond mijn pestkoppen niet zielig. Ik had daar gewoon echt schrik van. Vroeger, hè, nu niet meer. Um, en ik denk dat het dan minder grappig is of zo. Voor mij, hè. Um, in dit geval zijn dat gewoon allemaal redelijk um, lachwekkende figuren. Hè, Bucky bijvoorbeeld. Allee, dat, is, dat is de grootste pestkop van allemaal. Ja, nee. Maar wat voor iemand is dat nu eigenlijk? Allee, dat is... <laughs> Ja, ja dus, dus de grote vraag of, dat, of dat dit nog, ja, wat dat ooit gaat ga gezien worden. Ik weet niet of niet dat je nu uw... nog opnieuw of zou het... kunnen maken. Er zijn veel dingen die je nu eh, veel anders moet bekijken hè, voordat je er aan begint. Van vlees en bloed bijvoorbeeld ben ik nu met mijn vriend aan het herbekijken. Um, en de generiek bijvoorbeeld, de focus ligt heel erg op vlees natuurlijk. Ja. Ik weet niet of dat dat nu nog... Um, Ah ja, nee. Als ja, je het gehakt uit de gehaktmolen ziet komen. en de biefstuk die wordt gepeperd. en weet ik veel wat allemaal. moest je weten dat is allemaal veggie-vlees. Uh, ik, ik weet het niet, ik heb het mij gewoon afgevraagd. Ja, ik was zo. al vegetariër toen ik daarna keek. Dus ik, een, ah, wel, ik weet niet wat ik. Voilà, om wat maar te iets... zeggen, van ik, ik weet niet of het nu nog Ik zou... heb wel gezien, eigenlijk de film toevallig gezien. Mijn vader is een saucise of mijn papa is een saucise? Ja, ja. Um, het is gebaseerd op een boek. maar ik heb dat boek niet gelezen. En in die film gaat het over Veggie ik, ik Ah, vermoed dat, weet, dat weet ik niet. Dat, ben ik vergeten. dat dat in het boek niet zo. is. En dat dat ook inderdaad al een. Een, uh... een adaptatie naar de <laughs> ja. tijdsgeest. Ja. Om omdat dat letterlijk, ja. wat hij nu zegt over Vlees en Bloed. Zo is een, ja, maar natuurlijk, slager. ja, Van Vlees en Bloed is, is een geniale serie. Die, dat gaat over een slager. En, en dat werkt ook zo goed, omdat dat over, over die volkse sfeer gaat, ja. dus, dus het is, het is moeilijk om het, om het anders te maken denk ik. Maar dat bestaat toch nog altijd, ik denk dat dat wel. Ja ja, moet tuurlijk. Maar bestaat een slager binnen 40 jaar nog? Dat weet ik niet. Ja. Ik, ja. Oh ja, maar ja, moet ik daar best meer voor mijn andere podcast. Toch? Ja ja ja, ja <laughs> inderdaad. Maar ik, ik wou gewoon maar even vermelden van, uh, ja, is misschien ook wel. Moest dit mijn podcast zijn, zou ik nu vragen van laat het mij weten, stuur een berichtje. <laughs> ah ja, ja. We ja, gaan mogen reageren. <laughs> um. Ja, we gaan um, uh, even verder kijken. Hè. Um, waar zitten we nu? Ah ja, we zaten bij Sammy, die bij, bij Guido staat met iets groens is in zijn handen. <laughs> ik zal hem eens bellen. Kom eens hier. Oh kijk. <hums> Ken je daar de uitspraak in iemand zijn zorg lopen... Ja, ja, dat is ja. De Sammy beter... loopt echt, uh... nee Frankie loopt hier nu in ah, Michel zijn ja. Ja, 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 Beter kunt u het niet uitbeelden dan hier. Ja, inderdaad, dat is zo. Nogthans, ze zaten nou juist in de conflict situatie, want nu zijn ze weer, hangen ze weer aan één als klei. Hè. <laughs> en dat maakt Michel. Die mannenjong, wees... dat hangt aan een als klei. Hè. Dat is Sami die dat zegt, zeker. Ja, ja. ja en Sammy heeft er nu ook last van, hè, want ze zijn daar Melder twee. En wat zijn we aan het doen? Oh, de buik zo, zo Dat is een, een politieagent nu. hè? Ja. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Helemaal letterlijk genoemd. Ja. We zijn dat niet aan het doen. Hè? Jeroen Meus doet dat ook altijd in zijn kookprogramma. Ja. We gaan de ui snijden. Ah ja, hij gaat er uit dat de mensen gaan... thuis meedoen met hem. Ja. Dat ja. is sowieso allee, de bedoeling. hè? Of, of dat wordt waarschijnlijk op de filmschool zo aangeleerd. Of, of als je leert te presenteren om de kijker te betrekken interactie ja. met je publiek, maar het is mijn papa als ik met mijn papa uh, op bezoek ben met mijn papa en, en de tv staat op en het is dagelijkse kost ja want je kijkt niet naar kookprogramma's zeiden dat juist nee alleen um, zo wel dat dagelijkse kost of. is rond etenstijd, hè ah, ja, dus daarvan dus ja. nog omdat ik ga dan eten en dan ja, stoor ik ja, mijn je <laughs> ja um, en mijn papa die ja die heeft echt droge humor maar elke keer als dagelijkse kost aan begint en je roemeus begint en van, we gaan de juist zijn we gaan boter in de pan doen dat zegt mijn papa altijd zo van maar wij nee nee jij ik geniet hè. die lacht er dan altijd zo van en dat is, en dat is elke keer ook, dat met zo. Ook al heb ik die mop al. En het blijft eigenlijk. grappig. Zijn. Ik vind dat wel, ja. Omdat oh, ja. hij dat zo belangrijk vindt om dat te blijven herhalen. Zodat ik het zeker zou gehoord hebben ook elke keer. Oh, ja, misschien ook de, de leukste mop die ik, ik blijf maken. Ondanks dat ik nu iets meer dan 15, 16 jaar al getrouwd ben. Met een West-Vlaamse. Dat is iedere keer als je zegt: oh, wie gaat dat doen? En ze zegt oh, Guy. Ah, jij, en dan: Guy. Dan zeg ik: oh, kom komt kom Guy ook. Dan ja, komt hij ook, als we is. we kennen G hem wel altijd op dat moment niet wie. Zalig. Niet. Ja. Dan, ja. Ja, er is veel, omdat ze hier nu in het Gentje ook wel veel wat vermindert. Maar die energie zegt wel nog altijd. Ah, ja. Nikske, ik zocht Alain. Waar is die? Dat weet ik niet, Michel. Wat is dat? Ja, maar het is toch ook, ze zijn toch nog, nog maar net toegekomen. Dus het zou toch ook gewoon kunnen dat Alain te laat is? Ik vind dat Michel vrij veel aan te wijzen is hier in deze aflevering. Zo, kom, kom eens hier en dan, zo, wat is, wat is dat? En wat, wat is dit? Zo. Ja. Hij is het aan te wijzen. Ja, dat is, um, dat, kun, allee, dat is wel leuk dat hij dat zegt, want hij pakt eigenlijk over wat je in het eerste seizoen even op het einde ziet, nallaars doen. En gedraagt hmm. zich hier bijna exact gelijk dat nalaarts zich toen gedroeg. Misschien zo'n teken van autoriteit, zo, of controle ja. willen en hebben, kort, zo wijs. Kort. Noemt, ja, dat dus is altijd iets dat Jan Eden gebruikt om te tonen van: ah, okay. ik ben in controle en ja. door zo kort mogelijk de dingen te benoemen, alleen al, um, en door het daar te kunnen bijhouden, heb ik het onder controle. nalaarts moet ook altijd die, die heeft eigenlijk nooit tijd, hè. Dat is de essentie van nalaarts. Denk ik. <laughs> ja, dat is een beetje... Uh, en hier... Dat is nog wel grappig. Hierbij uh, dat er nu een, een aflevering van Steinfeld naar boven komt. Of, dat dat uh, George daar op een gegeven moment ook achter komt. Dat hij respect en autoriteit afdwingt op de werkvloer door gewoon te doen. Alsof dat hij geen tijd heeft. Ha, ja, ja. En door vooral ook een beetje vies <laughs> te doen. En, door, uh, en, en de mensen appreciëren zijn werk veel meer... Puur doordat hij, doordat hij doet alsof hij druk heeft. Maar ja, dat is zo. Hè. Mensen, allez, in onze maatschappij is dat toch ook een beetje zo. Dat, dat klinkt wel enorm diep nu, maar allez, ik wil zo niet die kant op gaan. Maar, maar iedereen is toch altijd zo. Hè, druk, 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 druk. Dat geeft een indruk dat je veel te doen hebt. Dat je veel gevraagd wordt. Dat je belangrijk bent. En als, als, ik denk dat dat, dat dat daarop gebaseerd is. Gewoon, hè. Ja, 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 en zo een lekker druk zijn. Hè. Als je niet, niet veel ja. kunt en je bent niet belangrijk. Dan heb je normaal gezien ook heel veel tijd of gezet de, de CEO van een bedrijf en je hebt dat verkocht en dan heb je ook heel veel tijd. Maar ja. ik denk dat daar een beetje mee begint. Heb ja, je trouwens ook nog een trucje voor, voor iedereen die glijdende uren heeft, zoals ik. En je wilt zo overkomen, dan moet je gewoon laat beginnen op een dag. Want dan zijn er altijd langste bezig. Want als je vroeg begint, en heb ik vroeg gedaan. Dan lijkt het alsof dat er niet lang bezig bent geweest. Want je ja. gaat al voort en de rest is nog bezig. Ja. En dat zien ze. Mm -hmm. En uh, dat de laat toekomt, dat, dat valt soeverein niet op. Uh, maar dat er als langst daar nog zit, dat valt altijd op en dat mm. lijkt altijd alsof dat het druk hebt. Ja. Dus dat is wel nog een trucje. Maar als je gewoon ziet dat je je uren doet, moet je je toch ook niks aantrekken van wat andere mensen denken van u Ja, maar perceptie is toch veel hè Ik weet het like niet. Dat we, like dat we nu zien met Michel, dat hij gewoon, hè dat hij zo wel nors doet. En ja, dat hij zo ja, wel, hè, hè. Hij is nu echt, hij zit op de stoel van de baas nu hè, en, ja. en hij, zijn lichaamstaal is daar ook wat aan aangepast. Ja, dat moment met Bucky heeft hij nog geen moment aan gedaan, hij is aan het vergeten hè, trouwens, dus... Eh, ja. Van een dag ervoor. Ja, en dus nu hij spreekt Sammy aan op uh, wat hij daarmee rondloopt. Ook niks, gewoon iets. Ja. En ik vraag u wat? Allemaal <laughs> oh, die tonen, ik herken dat hè, van toen. Ja, dat is, zo doen ze dat. Hè? En wat dan? Ja. Wat? Dus van, ik wil het toch weten. En ja, dat is zo. Um, op het moment dat, je, dat onze baas achter ons komt staan en je klikt iets weg. Ja, dan, Waar je dat wegklikt, dat. Ja. Oh, in die scène leefde het toch in, in, in Sami. Een beetje een betrapt moment. Ja. Maar ja, het is ook niet, ook niet om... echt nodig dat tijdens de werkuren, um, ja. ik weet niet, iets niet werkgerelateerd, dat is een beetje omvragen dan. Ja. Hè? Ja, hij, wil, hij wil alleen al zo wat mogelijk tonen. Hè. Ja? Maar hij zoekt wel die verbinding hè, op de werkvloer. Hij heeft iets van verbinding nodig om zijn werk graag te doen. Tuurlijk, ja. En, <hums> en Michel gunde hem dan niet. Hè. Oh, oh. Dat is voor Alain en Frey en Liesje. Maricus. Oh, is het nooit zo wat beteuterd te kijken. Zo. En tegelijk beteerd, want hij heeft dat dus gemist. Allee, Frankie voelt dat wel een beetje, dat hij daar nu in wordt uit ja, het is zo, zo. Allee, ja. Ja, inderdaad, je ziet dat wel. Ik vind het vreselijk sterk. Dus je ziet nu die, eh, die lidkaart, Het is zo duidelijk zelf: eh, Huisvlijt met Groene, met de Bende van de Bosklap. Ah ja, dat is wel nog, dat staat wijs in het script. Ik snap het ook niet goed. Um, moet ik eens zoeken hoe, dat, hoe dat, uh, Jan eon dat beschreven heeft. Um, hij heeft zo, er ergens orders gegeven om dat te maken aan iemand van de productie. En hij heeft zo. En, 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 en noemt de bosklapper daar gewoon de motherfucker ofzo? Wacht hè? Dubbel gevouwen. Ah, hier, wacht, ik heb het. Ja. Dubbelgevouwen papier met aan de buitenkant een foto van een bosklapper. Vogel van het net halen. En paint the motherfucker. Paint. Ah, dus het is gewoon het is gemaakt in het programma Paint ofzo. Uh, ik, ik veronderstel uh, wat het er bedoeld wordt, is gewoon een random. Want de bosklapper bestaat niet, ben ik nee. al uh, te weten gekomen. Ja. Vogel van het net halen, dus gewoon een random vogel ja. van het internet. Paint the motherfucker gewoon een beetje andere kleuren geven. Oh, een vogel ja, die niet bestaat. Maar waarom zitten, dat dan man. een motherfucker, dat weet ik niet. Ja, het klinkt zo'n beetje van stik maar iemand in het werk. Ja, dat heeft hij gezegd. Wat dreds wil, is dat je op je plaats gaat zitten en maakt dat je aan het werken zij Dat wil dreds! Dat vind ik nu wel mooi dat je voor het eerst wordt Bucky genoemd. En het komt een klein beetje terug. Bakkie, ik vind dat Sammy. Bakkie, ja, ja. Hij zegt Bakkie, ja, ja. Met de A. <laughs> ja. ik, je, ik denk dat komt van Bruno, denk ik. Maar is dat, nee? is dat echt wat hij zegt of hoor ik, ik Bakkie? Nee, nee, uh, Sammy spreekt het net iets anders uit. Ja. Bucky, ja, als je het in Brits denk ik uitspreekt, dat is een beetje. Ja, ja, bouquet, bucket, uh, ja. Bucket, dat ding ook en zo. Ja, ja. Uh, maar je ziet, ja. ziet dat, dat, dat Michaël direct zijn, toch even uit zijn rol valt omdat de naam Bucky valde. Ja, hij, hij wordt dus zo wat meer geagiteerd. Ja, ja. Hij, wordt, hij wordt weer herinnerd aan, nee, ja. want Michaël wil ja. zonder Bucky verder eigenlijk, mm -hmm. he, nu. En hij wil... Maar het is ook gewoon vols. Hè, als jij autoriteit moet hebben of, of wilt hebben, en, en er zegt iemand tegen u: Ja, maar er die boven u die heeft gezegd dat je het wel mag. Alleen dan vraagt u ja. toch af: wat loop ik hier ja. dan nog te doen? Ja, ja, ja inderdaad. Maar soms ja, moet soms je het wel aanbrengen. Hè, van ik werk volgens de visie van het bedrijf. En ik ook denk al... gewoon: is, dat is een beetje achter de rug hè, wat dat je dan doet. Dat is zo een niveau hoger gaan. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus Je ja, is... eerste contact is, is de persoon boven nu, ja? Het is meer in het gezicht, hè? Wel, tot het zacht. Zo. Ja, maar ik bedoel, hij is eerst achter Michel zijn rug gegaan ja. om het aan Bucky te vragen of aan Bucky, en dan. Ah oh, nee, nee, Bucky heeft niet. Um... Hij zegt gewoon, ik heb iets gedaan om van een groep een ploeg te maken. En dat stond letterlijk op die, uh, op die slideshow van, van ja. Bucky die een keer ja. daar in de was. Maar Bucky heeft he. niet uh, specifiek voor die bosklappers... Nee, 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 nee. Nee, dus ja. Maar hij heeft wel aangemoedigd... Allee, ja. ergens doet Sammy wel degelijk iets in de geest van Buckys zijn uh, speech ja. van toen. He, van, je moet weten, het zijn echt mensen die we helpen. He, mm -hmm. en, en ook onderling... Uh, moet je meer een, een ploeg worden zijn en geen groep mensen? Ja, ja, ja. Als je elkaar beter leert mm -hmm. kennen, Ik ken Ik herinner mij die presentatie nu, ja. Ja, dus uh, over de middag, déjeuner sur l'herbe. Ah, dat kan, hè. Dat is goed, hè. Dus, uh, allez. dus op zich uh, vind ik dat Sammy een goed antwoord heeft. Ik, ik weet zelf niet of het. Ja, het is gewoon even aan. Michel zei: Ja, kijk, ik, ik werk wel in de, volgens de visie van het bedrijf. En uh, ook al zei hij, mijn rechtstreekse baas, ik, ik, ik heb dat gedaan voor goed te doen. Maar ik denk ook dat Michel daar eigenlijk geen probleem is zou hebben, moest dat nu gewoon buiten de werkuren zijn. Dat hij dat, dat, dat ding gegeven Hij is bezig met iets waarvoor Michel niet werkgerelateerd is, waarschijnlijk. Hè? Dat is ja. het probleem, hè? Ja. ja. En sowieso iets waar dat Michel geen controle over heeft. Ook, dat ook. Ja. Ja. ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Um... Het zou kunnen dat het vooral omdat het met Bucky te maken heeft dat daar vooral zijn. Want uh, dat hij het boos ja, wordt is daarom, hè? Waarom ja. dat hij plots, plots zo, allee, niet meer dat toontje, want ja, hij, hij hij berispt vreem, maar hij blijft vriendelijk, hè. Dus dat was hij hier ook eigenlijk van plan, hè. Mm -hmm. Maar tegen Sammy, ja, mensen zijn rapper geïrriteerd door Sammy ook, hè? Was mm -hmm. ook wel, hè? <lacht> <lacht> ja, ja. ja, nu doet hij. Oh. Nu zien we iets dat we meerdere keren in deze afleveringen en in de volgende gaan zien. Maar het is wel iets dat normaal eerder aan Frank hier Ja, besteed dat is, is wat he? ik ging zo, zeggen. Zo dierengeluiden? Ja, Maar je gaat dat meer zien voorkomen: dat plots personages, ge gebaarken en, en dingetjes van andere personages gaan, gaan overnemen. En ik denk dat dat uh, een beetje iets te maken heeft met het feit dat het de laatste twee afleveringen zijn. Hmm. Dat Jan Elen zich ten eerste een soort van als regisseur toch een soort van schmieren noemt dat. Is Zo, dat? Ja, schmieren is... Um, ja, toch lichtjes verhaaltjes gaan maken... buiten, ja, buiten het kader van het verhaal. Mm -hmm. Dus ja, schmieren is eigenlijk... Dat, dat doen eigenlijk acteurs zelf normaal gezien. Mm -hmm. um, dus je ziet hier ook... Het is dus, dus even uh, Dirk van Dijk. Het is dus even niet Michel hierdoor. Want hij doet Frankie na. Ja. Yeah. Dus... Um, dus dat is enerzijds denk ik waarom dat, dat voorkomt. Um, maar anderzijds is denk ik ook gewoon we, we zijn de groep aan het leren kennen. Dus het mag al een keer een knipoog van één personage hmm. naar een ander. Ofwel is er nog een, een diepere psychologische laag. Dat je eigenlijk als je lang genoeg op een werkvloer zit, dat je elkaar gedrag begint ja, over te nemen. Ook of eender welke groep. Ja, en vooral <laughs> van de mensen die je wel. Uh, Apprecieert, ja, ja dat, dat geloof ik wel. Dat is ook aangetoond. Hè? Niet als je iemand leuk vindt, ja. dat je die hè, als die moet geven, dat jij dan ook moet geven. Uh, nee, zo, ja. zo dezelfde dingen. En dat je niet moet geven als je iemand ziet geven die een nigra hebt. En, ja, ja. Allee, ik ja. heb dat toch eens gelezen of zo. Dat, dat, ja, ik denk dat, dat klopt. is een beetje algemeen geweten, denk ik. Ja. Dat bij je kinderen zie je dan veel meer. Waarspiegeld van degene die je voor. De, pff, ik heb dat eens gelezen in een, nee. van een boek van psychologie. Maar zo kopieergedrag bij kinderen zie je het letterlijk, hè? Ja. Dat, een kindje dat als ze naar opkijken, dat ze soms gewoon vijf seconden later zo exact exactzelfde ja. doen. En dat, dat zit dan bij volwassenen een, be een beetje verborgen zo Ik heb dat ook nog wel al gebruikt in mijn datingleven. zo Als ik um, recht over iemand zat op de eerste date en, en gemerkt van hey, eigenlijk, eigenlijk neemt die sommige gebaren zo, zo wat over. Hè. Ik, ik zit bijvoorbeeld, hmm. ik zeg maar iets. Uh, ik zit zo wat meer naar rechts gedraaid en als die persoon dan ik weet niet of dat klopt hè, maar als die dan ook zo wat naar rechts gedraaid soms kon ik me daar bewust van zijn zo van plots besefte ik van hey, eigenlijk zit hij hier op dezelfde manier als ik maar dan gespiegeld en omdat je dat dan ooit eens gehoord hebt dan begin je te denken van ah dus die vindt mij wel leuk ah ja Kun je dat, ik vind dat leuk om mij oh, af te vragen waar dat je dat vragen. ik ben er ja. totaal niet mee geobsedeerd ofzo. Het is niet dat ik constant op lichaamstaal let. Maar ja, in uw in datingleven wil je dat natuurlijk wel weten: hè, van vindt die persoon mij leuk of niet? En, en dat ja, is wel een indicatie: lichaamstaal ja. is wel iets interessants. Hè? Michel Drets, <laughs> dat is een grote meneer. Voilà, nu zijn we al een tweede. Nu hebben we Frankie die Bucky quote. quote. De grote meneer. Ja, maar zou, zou dat ook echt de bedoeling zijn dat hij Bucky quote? Ik denk dat er bewust in deze aflevering um, herhalingen zitten waarbij dat personages. Heeft dingen... Frankie het Bucky horen zeggen eigenlijk? Ja. Hij was in dezelfde kamer toen. Ja. 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 Ah, ja, want dat was ook rond deze Eiland gewoon, zeker. Hè? Ja. 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 Ja, Frankie wilt uh, autoriteit. Hè. Frankie wil wilt, uh, eigenlijk, volgens mij, wilt, wilt Frankie ook graag wel de baas zijn. En um, ja, als je Bucky imiteert, dan is hij een beetje meer de baas dan Michel, ja. zeker. Ik weet het niet. Ja, het is ook sympathie voor Bucky. En, en, en een beetje dat, dat contradictorische van Michel, die nu even duidelijk voor zichzelf Bucky van zich af heeft gezet en zegt van, ik ga het hier allemaal overnemen. Maar de rest weet dat niet, hè? Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat Frankie niet... Hè, toen dat Guido vervangen moest worden, ze hebben dan Michel gekozen, of, of Guido heeft Michel aangeduid, maar eigenlijk was Frankie al heel de tijd van alles aan het controleren. Hè. Zo, Alain heeft negen minuten op het toilet gezeten. Ja, ja. Uh, jij hebt je kastje niet op slot gedaan. Uh, zo... Ja. Eigenlijk wou Frankie toch heel graag de baas zijn. Nee, nee, denk Frankie ik. Uh, uh, ontleende dan het feit dat een maat van hem daar op die stoel zat, waardoor dat tijd zich ook kon permitteren. Ja. Als een soort van uh, ja, wakontje. Dus, hè, Frankie maar Frankie is eigenlijk gewoon een meeloper, denk ja. ik. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is zo wat de, de rechterhand. Zo. Ja. Ja, ja. Ah, ja, dat is juist in Michel zijn zog. Zo, ja. Heb, daar voelt hij hem goed hè. Ja, eigenlijk, Frankie wil gewoon validatie. dan eigenlijk. Hij wil niet per se een baas zijn, maar hij wil nee. leuk gevonden worden. Hè? Ja, 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 ja. Maar ja, ja dat, dat is met allemaal die figuur. Iedereen wil het leuk gevonden worden. Ja, ze hebben wel zelf een andere interpretatie van wat dat leuk is. Mhm. Uh mhm. Hij -huh, staat scherp vandaag. Is met u uh alles goed, Frankie? Zo was hij -huh. wel, Guido. Uh Blij dat je het -huh. vraagt. Dat is lief. Oh, dat is wel. Dat is inderdaad. Uh Oh, Guido heeft nu echt wel zijn naambril terug. En lacht ook een beetje. Hij riekt zo precies wat minder strand nu. Ja. Hij zit er ik denk dat hij zo wat meer op zijn gemak is relaxter. nu dat hij hem terug daar. Ja. Hij is ook blij dat, dat Michel. Ja, hij heeft het liefst zo. Hè? Ja, 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 zeker. Ja, dat, dat Michel toch wat, wat iets strenger is, waardoor dat er geen zottigheden gaan. Dat gevoel hebben ze alle twee nu een beetje, denk ik. Van, ja, liever dat Michel zo doet. Hè? Want, uh, ja. Ze zien ook dat er niet echt veel aan de rommel is nu in zijn hoofd. <laughs> oh, een vier gaat daar gaan zitten. Borst vooruit. Hè? Borst vooruit en een hem zijn dictafoontje. Ik weet waar wat er gaat gebeuren. <laughs> 9 uur 36. Alles onder controle. Ah. Wat doe ik aan de snavel? Wat doe ik daar? wat doe Nee, nee, maar Linda, dat, dat is een misverstand. Kan ik je dat uitleggen? Frankie, daar hier. Nee, Frankie, Frankie nee. Dit ja, is zitten, ons brief. Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet, Michel. Natuurlijk, zijn er die mensen met de gek richting mijn kruis. Nee, ik, ik heb ik niet gekeken. Oh, nee! Wat is er hier gebeurd? Oh, ja, Hij zat hier onder tafel met de Wat? Nee, dat is niet waar, Michel. Allee, bon. kijk, zitten! Waar zat de gij? Hieronder. Wat zat ik gij daar te doen? Linda, ik stel je de vraag. Jij zijn een man, jij weet niet dat ik naar voel. Wat deed ik daar? Ja, kwam ja, ik ietsje verrassen voor een verjaardag, hè. Echt waar, Linda, je moet mij geloven en ik heb ik de tafel verstopt en toen had ik er wou uitkomen, toen, 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 ja. Toen dacht je, ho, ik zit hier goed, ik zal hier blijven zitten. Dan kan ik een beetje tussen Linda haar benen gaan loren. Oh Nee, Linda, nee. Zeg. Oh, Lisa, ja, ben ik blij dat je er zijn. ik word ik een vals lucht beschuldigd? Ja, dat stukje heb ik eventjes volledig laten doen. Jan Eelen vindt dit het best gemonteerde van alles van Thailand, wat we mm. nu net uh, gezien okay. hebben. Ja. Het ging rap. het was veel. Ja, er is ook veel volk in die scène. Ik denk dat, dat is bijna iedereen die er staat. Hè? Ja. 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 ze komen allemaal kijken. Allemaal ook, die hè. reacties, die Sammy... Dat, dat is iets dat Sammy veel doet. Hè. Die, die ziet geveel op de achtergrond staan. Achter zo'n kast. Zo, – Erbij staan, ja. kijken zo. Gewoon ja. de anderen observeren. Ja, ook betrokkenheid zoeken en dan niet krijgen. Hè? Ja. Ja. En, ja. en ja, het is dus uitgekomen hè, dat hij daar zat. Op een manier, dat <laughs> gaan we nooit weten hoe dat uiteindelijk is uitgekomen. Ja, dan plots een geluidje dat hij gemaakt heeft of zo. Of dat ze iets voelde misschien. Ja, alleen, ik denk niet dat je lang onder zo'n tafel kunt nee. blijven zitten. <laughs> Oh, dat er op een gegeven moment iets van uh, aanwezigheid wordt opgemerkt. Uh, ja, een heel sterk over en weer gespeeld tussen uiteindelijk ja. uh, conflicten. Eerst tussen Linda en. En Michel ook weer heel hele tijd aan te wijzen. Hè. Ja, maar hij, probeert, hij probeert nog steeds uh, de controle te houden. Gelijk oh. hoe dat hij bezig was. Hij dacht, zo werkt het. Maar dan uh, ja, valt ze hem gewoon van voren aan. Van... Wezerik? Dat vind of ik echt ja. geweldig. Zo. Dat hoort. Ja, en dan. oh, ik zit hier goed. Allee, ook zo. Vizrek, ik vind dat echt een, een, een zaalig woord. In, in het West-Vlaams nog meer: hè. kisak, kisak, Ai, kis, ja. kisak, ik weet niet, kisahard, ja, kisahavend. Ja. Kis, kis kis maar um, vi vizrek, ik vind dat een geweldig woord, omdat wanneer je gebruikt dat eigenlijk niet veel. Nee. Um, Alleen ik, ik, ik loop toch niet constant over mensen te zeggen van: dat is een vizrek. Ja, kijk, dat is ik woord te vuilaard. Ja. <laughs> ja. Je kunt dat ook in zo. verschillende contexten gebruiken. Hè. Meestal wordt dat gebruikt in, in deze context, hè, want het is, het, is een, het is een vettige zo. Of, of een, um, dat je zegt dat iemand eigenlijk heel de tijd um, seksuele moppen... Seksuele oh, moppen... Ja! Da! Mm. Ja! <laughs> Dank u, Michel! <laughs> Sorry. <laughs> Pervers, Ja. <laughs> Ja, ja, de, de, ja en, en die muziek en de, en de camera gaat heel de tijd van links naar rechts en, en ja, Frankie komt er dan bij, Guido daar dan weer achter. En, ja, Anita staat zo ook te kijken, altijd om zo'n beetje dat, dat onschuldigen hè, van, van Anita, waardoor dat alles weer een pakje... Mm -hmm. uh, ja. En Liesje is trouwens nog altijd in het magazijn. Het is ondertussen een uur en een half later. En ze heeft zo gezegd, gesecteerd het. Want het was toch al 9 uur 36 ja, of zo. Ja. Ja, dus Liesje heeft... Ze begin, dus begin om acht uur zijn wel achtergekomen. Maar ik, ik denk dat het ze het het gewoon een paar keer... Is ze niet gewoon Zal een paar keer om haar weer? Ah, ja. ja. Want, en want uh, dat zit ook in een andere aflevering. Dat iemand uh, zegt... Uh, Free heeft zo allemaal dossiers op zijn ja, liggen. Ja. En dan zegt Frankie van... Um, of iemand anders zegt zo van, ja, maar als we daar allemaal mee gaan beginnen, ja, dan zegt Free ja. ja, maar als ik dan elke keer naar dat archief ja, moet gaan... dus Liesje Ik, Liesje ik, doet ik dat. denk dat Liesje, ja... Ze dus komt wel met een vrij groot toe. <laughs> zo, ja. Um. Ja, maar al sinds ja, vrij mooi. En uiteindelijk kunnen we er niet zo heel veel over bespreken, want het werkte gewoon, hè. Ja. Alike, alike, alike. Had jij dat gedacht, Guido? Wat, Frankie? Alleen kom maar, Guido. Frankie, je weet nog niet wat er gebeurd is. Nee, nee. Maar ik verschiet er niet van. Ja, dat is, ik vind dat heel paradoxaal. Je weet nog niet wat er gebeurd nee. is en zegt ja nee, dat klopt, inderdaad, hij bevestigt dat. En vlak daarna zegt hij: maar ik verschiet er niet van. Dus uh -huh. allez, om niet te verschieten, moeten we wel weten wat er gebeurd is. Wat hij net letterlijk zegt dat hij dat nog niet snapte? Ja, toen en toen hoe gemakkelijk dat Frankie natuurlijk switcht. En vooroordelen maakt. het. Ja. Ja. Ik vind het ook heel grappig dat je zo'n series die op een werkvloer. Daar wordt eigenlijk gewoon nooit gewerkt, hè, want dan kun je geen serie. Het is heel de tijd ja, dat ik denk: ja. van alleen, de, de, die krijgen gewoon niks gedaan. Nee, Guido heeft dat je letterlijk gezegd: er gebeurt er dus echt niks meer. Absoluut ah, niet. Ja. Maar ik heb me dat toen echt voorgesteld. zou ik dat ooit keer doen, nou mijn baas gaan en zijn. <laughs> er gebeurt er niets meer. Nee, ik denk dat dat te weinig, niet duidelijk genoeg is dat dan naar het eiland. Uh... Maar ik, ah oh ja, nee, nee. Maar ik, um, uh, ik vind dit, deze scène niet nodig. Mm. Toen niet. Um, ja, ik weet mm. niet. Het, het, maakt, het maakt Frankie niet sterker, het maakt Guido niet sterker. Ja. Ik weet niet waarom hij die overgang nodig heeft. Je ziet ze daar zitten op de achtergrond. Mm -hmm. Maar ik had liever, ik had het veel sterker gevonden zo die een chaos linda, linda michel en dan zo direct en dan zo een stilte en dan direct in die bureau van michel mm, ja ik, mijn, alleen die daar in zijn hoekje staat achter die deur ja ja, ja ik, vind, ik, ik was het ook vergeten ik heb echt um, ik weet ook op een gegeven moment dit zag ik had die aflevering ook al een paar keer gezien ik speelde nog altijd mee dat ik terugkijk denk aan het feit dat ik die aflevering voor de eerste keer ergens anders zag en ik vergeet er altijd dat shot ertussen. Hmm. En nu, op een gegeven moment ben ik er op hen opletten en stoort mij dat shot. Van, dat okay, moet joh. niet. Wat, wat, hmm. okay. nee, dat is een stukje van de kant van Frankie dat ik, ja, ik hoefde dat niet te weten. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben nog aan het wachten van, ja. om misschien nu een beetje verder te kijken, dat ik dan toch probeer, twee, probeer te begrijpen waarom dat die scène er dan wel. Misschien ja. heeft dat toch een reden. Qua locatie is dat een tussenstap naar het bureau van Michel. Dat, dat snap ik. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet het niet. Ja, en toen liet Liesje de wind. En vanaf dat moment durfde ik helemaal niet meer van onder die tafel komen. En toen kwam De Vrij en toen kwam Linda. En ja, dan zat ik helemaal vast. En, en ben ik geblokkeerd? Maar Linda, ik, ik zweer u dat ik nooit de intentie heb gehad van te kijken. En ik heb ook niet gekeken. Oh, hij staat er. Uh, ik vind dat zo goed gedaan, die setting. Michel, rijkelijk terug op zijn. Ja, hij is bijna koling cool Salem op een troon die het even allemaal gaat beslissen en dan die twee uh, Elisien en Linda die alle twee ja daar ongemakkelijk zitten maar ze zitten daar dan tenminste wel nog en hij staat in zijn hoekje echt letterlijk terug bij af waar dat hij de allereerste aflevering stond om zichzelf voor te stellen mm -hmm. bijna achter de deur gekropen toen mm -hmm. ja hij staat daar heel uh... Hulpeloos, hij zo. Ja, het heeft ook met, met hem te doen. Onbeholpen is dat een woord kunnen. <laughs> ja, 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 terwijl hij de slechterik eigenlijk is. Hè. Hij moet hem verantwoorden voor zijn dragen. Ja, ja bedoel, hij, hij is uiteindelijk wel. Het is niet dat dat, dat ooit is in, in zijn. Uh, in zijn. Allee, in zijn opdracht van zijn werk was. voor hem uh, onder tafel te gaan kruipen. Nee. <laughs> dus. <laughs> ja. En hij pakt zijn tijd, hè, Michel. Volgens mij heeft hij al beslist. Hij weet al wat hij gaat zeggen. En toch even laten we stil te laten vallen, Michel. Mm -hmm. Het is bijna even tactisch dat, dat we Bucky zagen doen aan die deur van de Schubertzaal. Van Even wachten, Bucky. Is dat waar, Liesje? En weer wijzen, hè. <laughs> het gelijk. Weer wijzen. Allee, Michel. Wat, wat wil je nu dat ik zeg... Ah, wel. Of dat jij... Ja, ze zitten dan nu uiteindelijk met twee personen die niet met de situatie te maken hebben te lachen met die andere twee. Hè. Kom, zeg, dat is duidelijk, dat was een misverstand. Alleen, jij gaat uw verontschuldigingen aan Linda aanbieden. Iemand verplicht om verontschuldigingen aan te bieden, dat werkt nooit, hè? Nee, Verplichte nee. verontschuldigingen. Nee, inderdaad. Uh, alleen in dit geval uh, kunt je toch weer zeggen. Ja, hij wil dat eigenlijk ook wel doen. Alleen, hij heeft het eigenlijk zelf al bijna gedaan. Hij zei trouwens, ik had niet de intentie om te kijken, ik heb ook niet gekeken, maar hij heeft zwaar gekeken. Hè. Niet met intentie. Ik, ik, ik maar... denk dat, dat Alain heel duidelijk. Uh, sorry, gezegd heeft al op, op allee, niet letterlijk, maar op een. Een paar verschillende ja. manieren al. En Michel wil gewoon nog eens de autoriteit grijpen door dan nog eens oh, te vragen. Aan mij, ja. van, nu, uw verontschuldigt Het is wel zo dat hij me nog niet letterlijk heeft gezegd. Nog niet letterlijk, sorry. Maar ja, hij grijpt ja. wel zo'n beetje de autoriteit terug hè, ja. op die manier. En Linda, ik hoop dat jij die aanneemt. Mijn, mijn, mijn excuses. Linda, echt. Ik heb heel veel respect voor vrouwen. Dat is weer dat, ja, dat themaatje van... Voor vrouwen ook, zo. niet voor u, maar voor vrouwen. Ja, maar het, het sluit ook wel aan bij Linda. Want Linda gebruikt dat meerdere keren. Linda maakt zelf ook dat onderscheid constant. Oké. Okay. Zij speelt het ook... Allee, euh, zij heeft al meerdere dingen gezegd waarin dat ze duidelijk aangeeft dat ze zich als vrouw ook op de werkvloer en ook in het leven... Um, achteruitgesteld voelt. Ah, oké. Okay. Nee, ik moest nu alleen denken aan um, mevrouw Protu, die zo zegt: Ik voel mij als vrouw ja. vernederd ja. en betast. Ja. Maar Linda heb ik nog niet zoiets. Jij zijn een vent, je weet niet wat ik mij voel. Ah, ja, zo. Ja, uh, ze maakt inderdaad een heel cru onderscheid. Uh, erin, en ook, um, ja, ook het moment dat ze in uh, bijvoorbeeld dat etentje met Guido, um, dat hij aanbiedt om er over iets te praten. Ik denk dat ze vooral dat ze een van de redenen waarom dat ze niet met Guido wil praten want een man is hè een, een vrouw wat daar wat daar wat daar wat hmm. um, uh, daar een opening maar gevonden, met, met Bucky praat ze wel heel graag hè ah, ja, ik, ik denk, ik denk ja. ja Guido is gewoon geen charmeur nee. hè ja. die ziet eruit alsof het er allemaal altijd, altijd ja. stront riekt, dus ja ja inderdaad maar had, 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 had uh, Alain gezegd ik heb veel respect voor u dat mooier geweest ja. In plaats van haar te generaliseren, want dat doet hij nu ook, hè? Alleen dat. Oké, goeie timing, hè. Je voelt hem aan, hè? Ja, ja. Vergeten. Ook was verschoten, hè? Ja, maar dat zal wel als er zo niet iemand tussen je benen zit. Alleen, maar nee, is op die manier bedoel... Bon, we zwijgen erover. Die, en allee. we gaan terugwerken. Ja, maar vind dan een keer uit dat hij ja. dat dan ook nog zegt. Ja. Oh, ja, dat klopt, hè, dat hij dat zegt. Ik, of... kan dat, ik, ik, ik denk, ik kan, ik kan dat soms ook wel zo hè. Je, je moet zo hè, weten wanneer dat je moet zwijgen. Ja, ja, daar komt ja. dat ja. eigenlijk op. Ik, ik ben daar ook niet altijd goed om dat aan te voeden. Nou, heb je punt gemaakt en dan, ja, dan moet je niet nog zijn. Dat, gaan, dat dus nog zo nog wat uitwrijven, ja. Dat ga ik doen, Michel. Mijn excuses, Lina. Lichaam. Gelukkige verjaardag. Ah. Ge gelukkige verjaardag. Ah. Dat het een vieze blik, toch? Nee, nee? nee, ik, nee? Vind, ik vind hem ah, er hier ja. gewoon vriendelijk en warm uitzien. Maar dat ah. we nog niet vaak van Michel gezien hebben. Zijn dat echt? Uh, ah, ja, maar misschien is het niet zo vieze... bedoeld. Hè? Misschien is het wel op een vieze manier. Maar ik, ik denk het niet. Nee, maar hij bedoelt het niet. Hij bedoelt niet nee, vieze, Michel is maar... toch nee. geen, nee. geen, geen um, pervert om het aan te Nee, met nee zo, zo, niet, zo niet. Maar zo nee, gewoon ja? niet, maar niet echt. Allee, zo, oh. Ge Gevenst nee. een beetje. Ja. Nee, ik, ik, ik um, ervaar dat als oprecht. Oké. Okay. En daarbij gaan we het al laten. Hè. We gaan een beetje, uh, Liesje naar, laten genieten van haar verjaardag. Ja. En, uh... <laughs> Ja, we gaan de luisteraar ook laten uh, genieten van nog een leuk eindejaar, want uh, dit is de laatste aflevering van... Tot volgend jaar, in 2022. Ah, die mop je ook al een paar keer gemaakt? Nee, het, uh... nee, het is nu de eerste keer. Ik hoop dat ah. je dat eruit knipt. Nee, ik ga dat ik niet uitknijpen. Dan moet dan moeten de luisteraars wel over. want het klopt ook, hè. Het zal tot volgend jaar zijn. Uh, de volgende aflevering is een heel speciale, waarschijnlijk de speciaalste die ik al een keer gemaakt heb. Ik kan er nog niet veel van zeggen, want het moet eerst nog wel allemaal lukken. En uh, nog een keer, want de aflevering daarop um, wordt dan, uh, is dan, ga ik dan Wim Opbroek interviewen. Dus de mensen mogen nog altijd vragen insturen. Via, liefst van al via Speakpipe. Ja. Uh, merci Caroline, voor het bezoekje aan de podcast. Graag gedaan. Merci om mij uit te nodigen. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook plezant. Heel wat dingen bijgeleerd ook. Heel veel wijsheden gedeeld. <laughs> um, ja, uh, ja, voor de mensen die... Uh, ja, waar kunnen de mensen nu volgen? Misschien nog een klein beetje... Um, op Instagram ben ik atstudiocarohq, ik, uh, van headquarters. Ik vond dat zelf heel grappig, omdat ik, heb, ik werk in mijn appartement. Dus het is niet dat ik een headquarter heb en dan nog kantoren of zo. Maar dus <laughs> uh, bon, dat is dus uh, mijn Instagram-handle en um, op twitter ben ik studio underscore uh, Caro ja. oké okay. uh, dus merci en tot de volgende allemaal